Niks, ik wou nog even de live link retweeten voor. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Hè? Goedemiddag mensen. Goedemiddag. Nog geen Ricardo en Paul. De tractor gaat niet zo hard. Nee. Een kwartiertje tot half uur later. Maar die komen eraan. Maar gelukkig zijn een hoop mensen wel. Ja, ik wou net zeggen. Wel, Jordi, ja. Kom ineens binnen en Bilal zit hier. Dat is altijd een leuke verrassing. Goedemiddag. Goedemiddag, joh. Jean-Paul. Ja, tafeltje. Ik zit hier wel vaker. Hey. Ja. Ja, ik zit hier ook wel vaker. En jij bent gewoon door aan het werken. Je bent gewoon pure opvulling. Of? Ja, pure opvulling tot de mannen komen van de podcast, de voetbalpodcast. Nee, ik heb vanmiddag al met Bilal gezeten. Lekker over de Afrika Cup zitten praten. En wat we daar met FC Afkik en Bilal samen kunnen gaan doen. Kan je alleen zeggen dat er iets komt? Nou, we gaan kijken. Bezig. Ja, we zijn bezig. Ja. Ja, omdat het toch wel een tof toernooi is. Waar een cryptisch gedoe, jongens. Ja, gaan ze. Ja, nee, ja. Dus, nee, dan. Ja, als er maar wat gaat gebeuren, dan komt het goed, toch, denk ik? Ja, toch. Vast. Nee, absoluut. Vraag ook in de chat, is dit de Afrika-connoisseur? Nou, dat mogen we wel zeggen. Dat kunnen we zeker wel zeggen, inderdaad. Ik ben ook blij dat iemand blij is met mijn kapsel. Nice. Harm. Ja. Die kan je in je zak steken, Niel. Ja, dankjewel, Harm. Ja, dat is toch leuk dat Harm het wel opvalt en jullie niet. Warm welkom uiteraard aan de mensen in de chat. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ja, zeker weten. En heerlijke vraag al. Hoeveel biertjes steekt Jordi in een uitzending weg? Let erop, dit is nummer 3. En Han Solo, jawel. Ik denk de meeste... De vaste kijker van de Vrijdagmiddag? Die komen we regelmatig tegen, ja. Wat vind je van Bilal Başakşehir? Bilal? Wat vind ik van Bilal Başakşehir? Ja, het is... bij Heerenveen moet ik je eerlijk zeggen, kon ik wel echt van hem genieten, weet je. Maar sinds een overstap naar Feyenoord, het lijkt er niet meer uit te komen. Nee. Ik vind het wel teleurstellend, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik had wel echt, zeg maar, high hopes voor die jongen, weet je. Ja. Hetzelfde zoals ik die ook had voor bijvoorbeeld Asaidi, weet je. Dat is ook hetzelfde type speler bij Heerenveen. Hetzelfde type speler bij Heerenveen, weet je. En, kijk. Kan ik in één keer plaats maken? Ja. Goed. Je mag in één keer doorlopen. Hey, Mark rustig verhaal. Hey, Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben het gered. Eindelijk. Leidse Rijntunnel is ook hey. Dagelijks leed voor mij, jongens. Hey, welkom. Eén kan daar zitten, één kan hier zitten. De techniek of de microfoon aanstaat op de bankie? Oké, nou, helemaal top. Klasse, Yannick. Waar ik was gebleven, weet je, met Asaidi, zo'n beetje hetzelfde soort type speler, weet je. En dan hoop je toch dat op het moment dat hij naar Feyenoord toe gaat, dat het er daar ook uit gaat komen. En dat hij daarna een volgende stap kan maken. Maar ja, is hij misschien een beetje de dupe van het aantal dingen wat hij fout doet, waardoor je vergeet het aantal dingen wat hij goed doet? Want op zich, puur zijn cijfers, zijn niet eens zo slecht. Ik denk als je in vergelijking kijkt met bijvoorbeeld assist of zo. Volgens mij staat hij daar een stukje voor Elia bijvoorbeeld. Maar die doet dan misschien praktisch minder, waardoor er ook minder lijkt fout te gaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is heel goed mogelijk. Kijk, ik kan niet bij mensen in hun hoofd kijken, nee. Natuurlijk. Weet je, maar je snijdt er wel een goed punt aan. Ik denk dat dat zou vast en zeker wel van invloed zijn. We hadden het over Bilal Başakşehir. Oh, ja. Yeah. Het is wel beter bezig, toch, de laatste tijd? Ja, toch? Makkelijker invallen als ze voorstaan. Ja, nee, dat is absoluut waar. Nou ja, voor de mensen thuis die kijken, die denken, wie zijn die twee gasten? Ja, alleen de stemmen zijn bekend. Ja, daarom. Nee, dat weet iedereen wel. Naast mij Ricardo Walinski. Hi. Welkom. Dank je. En daar Paul Bakkers. Goedemiddag, hi. Samen vormen jullie. Incognito. Paul Ricardo. Ja. Dat was echt zo'n Bastien Adriaan intro. God. PNR boys. Ja. Noem ons ook wel eens de dikke en de dunne. Dat, ja, nog wel. Ja, dat komt ons bekend voor. Die horen we ook wel eens, ja. Het schijnt dat je beeld 10 kilo zwaarder bent. Dus. Hier niet. Dat werkt wel aan. Was het maar anders is Paul wel erg mager. Ja. Maar goed, jullie zijn natuurlijk van voetbalpodcast Incognitief. Hoe zijn jullie daar ooit eigenlijk zo mee gekomen? Ja, Incognitief is een onderneming van mij toen ik werkloos was. En op een heel tragisch bedrijventerrein in de buurt van Nijmegen gewerkt. En ik dacht, dit wil ik niet meer. Dus toen ben ik eigenlijk een blog begonnen om te kijken. Schrijven wist ik dat ik kon, om daar eigenlijk iets mee te beginnen. Maar dat ontwikkelde zich. Ondertussen ben ik docent Nederlands geworden. En dat was wel iets wat ik ook tof vond. Journalistieke ambities een beetje op de lange baan geschoven. Toen dacht ik, ja, ik wil nu eigenlijk iets maken wat ik leuk vind. Nou, ik wist dat podcasts vrij succesvol waren in Amerika. Ik luister zelf de voetbalpodcast van The Guardian, Football Weekly. En soms die van Benefoot, van Michiel Jongsma en Peter McVitie. Ook Engelstalig. Engelstalig, inderdaad. En dat was eigenlijk het gat waar we in wilden springen. Ja, ja. Waarom is er geen Nederlandstalige podcast? Ja, en Paul ken ik via een gezamenlijke vriend. Nou ja, Paul is ook voetbalgek, dat weet denk ik iedereen.
Zeker die hem van Twitter kent wel. Zeker weten. Gekker dan ik, dus dat was op zich wel fijn. En toen zijn we eigenlijk gewoon vorig jaar begonnen, in november. Tot een hele mooie eerste gast. Uiteraard. Jordi was onze eerste gast. Dat is eigenlijk vandaar is het balletje gaan rollen en niet meer achterom gekeken. En het gaat supergoed, toch? Ja, zeker. Nee, volgens mij niet. Het is vooral heel leuk om te doen. En wat ons bijvoorbeeld opvalt is dat iedereen die wij vragen of benaderen, die tot nu toe, die zegt ook gewoon ja. Dus dat geeft ook steeds goede moed. En dan kom je weer ergens en die geeft weer een telefoonnummer door. En nou goed, we hebben nog geen Carlo Ancelotti of dat soort namen, dat soort level. Maar de eerste die me even te binnen schoot. Peter Iballa. Toch een hype trainer in het seizoen. Ja. Doe je het goed. Want staan er mensen op lijstjes voor na de winterstop die hoog... Er zit er eentje tegenover me. Oké. Okay. Ja, wij trappen na de winterstop af met zo ongeveer als de Afrika Cup bezig is. Dus nu met een schuin oog naar Bilal. Het gaat helemaal goed komen, jongens. Dus Bilal, inderdaad. De podcast van zondag, de laatste van deze periode, die is met Leonie Blokhuis, vrouwelijke spelersmakelaar. Okay. En zij heeft ons ook al aardig wat leuke contacten kunnen bezorgen in die wereld en ook in de mannenvoetbalwereld. Dus daar zit wel wat in de pijplijn wat we hopen, maar dat is nog niet echt benaderd. Dus dat is nog af te wachten. Ja. Okay. En jullie mogen ook nog een keer langskomen. Met alle plezier, jongens. Zijn ze alleen zo druk tegenwoordig. Ja, dat krijg ik altijd naar mijn hoofd, ja. Maar is er een bepaalde lijn in jullie podcast, in de zin van een bepaalde richting die jullie uit willen, of vinden jullie juist de veelzijdigheid zo leuk? Want bijvoorbeeld de ene keer Peter Iballa, de andere keer ondergetekend en hem en Bilal. Geef mij veel, anders ben je ook zo. Ja, nee, helemaal goed. Ik praat eigenlijk over voetbal. Er is niet echt een lijn. We zijn gewoon ergens begonnen. En we zijn vooral begonnen in ons Twitter-cirkeltje. En daar beginnen we nu een klein beetje uit te komen. Maar dat vinden we ook leuk om nog een beetje in te blijven. Want het zijn toch de contacten die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Dat is bij sommige mensen ook al wel meer dan alleen maar een tweetje af en toe versturen. Een lijn. We hebben wel een bepaalde stijlregel dat we ook gelet op het format, zeg maar, een beetje weg willen blijven van echt actualiteit bespreken. Ook omdat daar andere mensen misschien veel beter in zijn dan wij. Daar ligt niet echt onze passie. Dus daar proberen we wel een beetje weg te blijven. Dus af en toe pakken we even een samenvattingspodcast. We hebben een paar met Philip Scheurs gedaan bijvoorbeeld. Ja. En dan blikken we terug op een periode. Dus dat is wel echt een dingetje volgens mij wat we hebben soort van afgesproken. Maar ligt geen uitgeschreven beleidsplan onder. Dat is het ook. We doen het vooral echt voor ons plezier. We hebben daar geen professionele ambities of wat dan ook mee. Daar vind ik mijn eigen baan gewoon te leuk voor. Ik denk niet dat wij iets dermate kunnen toevoegen. Dus dat is het niet. Dus verder is gewoon plezier. Hebben zoveel mogelijk interessante mensen ontmoeten. En dit zijn de kerst op de taart. Waar kunnen mensen het vinden? Voor de mensen die het volledig ontgaan is. Soundcloud.com/incognitief. Dat moet te doen zijn. Dat is wel te doen, zeker. We hebben ook nog een Twitter-account. Daar posten we het ook. Daar is misschien wat makkelijker. En dat is al je kanalen even @ incognitief VTBL. Voetbal zonder klinkers. Daar vind je ons ook. En ja, volg ons vooral, zou ik zeggen. Want we hebben nog niet zoveel volgers. Het is gewoon een ouderwetse Follow Friday. Ja, dat is helemaal moet precies kunnen. De goede dag voor. Jij sneed al even aan de actualiteiten. Afgelopen week het meest opvallende wat Ricardo is tegengekomen. Ja, een beetje pijnlijk, maar toch de uitschakeling gisteren. Gisteren, had ik niet zien aankomen. Welke uitschakeling bedoel je, Ricardo? De bekeruitschakeling van Heracles. Cambuur Leeuwarden, die won van Ajax gisteren. Ajax. Dat is ook opvallend. Ajax B-elftal. Ja. Maar mis dat deze B-keuze niet van Cambuur kan winnen? Ik denk dat het echt veel te makkelijk is om te zeggen dat je geen B-elftal moet opstellen. Want dat deze tegen Willem II ook en dan komt er geen kritiek op. Ja, toen was het misschien wel de leukste wedstrijd van het seizoen. Ja, toch ga ik dat wel zeggen. Want ik denk wel dat op een gegeven moment kom je in een stadium in een competitie dat je hem serieus moet gaan nemen. Zeker in een seizoen waarop bij de kans op prijzen niet 100% is. Ik bedoel, ik moet er langzamerhand aan gaan geloven dat Feyenoord toch ook echt een titelkandidaat is. PSV staat niet heel ver achter, dus de competitie is zeker geen uitgemaakte zaak. Europa League gaat je ook niet lukken.
En ik zou het wel fijn vinden als er een prijs komt aan het einde van het seizoen. En dan vind ik het zonde dat je hem eigenlijk zo makkelijk weg. Nou, wat ik vooral niet begrijp. Tuurlijk is het zo dat ook die jonkies van Ajax hebben veel meer kwaliteit dan Cambuur. Maar het is bekervoetbal. Het is een doordeweekse avond in motherfucking Leeuwarden. Dat is anders dan een thuiswedstrijd tegen Willem II. En dat vraagt ook mentaal iets totaal anders. Precies. En dat Cambuur, dat je kan haast zeggen, dat is doping voor hun. Dat Ajax... Zo wordt het natuurlijk altijd gebruikt. Van het is arrogant en dat valt allemaal mee. Maar het is natuurlijk wel een stukje van nou, met de B-garnituur kunnen we het ook. Ja, en 9 van de 10 keer gaat dat waarschijnlijk ook goed. Dus bij Cambuur zit Arne Slot, die hele goede dingen doet daar. Eerst bij Jong Cambuur en nu dus ook bij Cambuur zelf. Ja, ik weet niet of dat handig is om die te onderschatten. En blijkbaar is dat inderdaad ook niet terecht gebeurd. Ja, sowieso na Rob Maas is Cambuur... Het bezig aan een hele sterke reeks, ook in de competitie natuurlijk. Dus ja. Kijk... Dat is het niet, hè, Rob Maas? Nee, ja. Nee, maar die ging ook persboycotts doen naar de Leeuwarden Courant en zo, weet je wel. Er staan daar twee journalisten langs het veld en die mochten dan niet meer binnen. Op het moment dat... Ja. Hij zat naast Peter Bos en hij ging op de andere stoel zitten. De selectie bleef hetzelfde. Ja. En als het dan helemaal instort, dan zit het toch niet helemaal lekker bij jezelf, volgens mij. En nu bij Cambuur inderdaad ook. Ja, ik denk dat je gewoon prima 4-5... vijfde max jeugdspelers kan inpassen in zo'n wedstrijd. Als je de rest dan laat voor wat het is. Heel simpel, je moet in één linie minstens één speler laten staan. Ja. Ja, en wat ik ook een beetje miste is, je kan kiezen voor echte, eigenlijk A-junioren of echt jong Ajax-spelers. Hè? Clement, De Ligt. Of je kan kiezen voor Ajax-spelers die er, gewoon eerste elftal spelers die er buiten vallen, die drive hebben, die moeten zich laten zien. Kijk, Viergever speelde gisteren met De Ligt, geloof ik. Ja. Waarom niet Riedewald? Ricardo kaart het in de auto aan, die moet zich laten zien. El Ghazi, miste ik ook wel. Clement scoort dan wel, maar ik heb de tweede helft gezien en ik vond hem echt niks toevoegen. El Ghazi is ook niet fantastisch in vorm, maar daar zit in ieder geval drive achter. En dan heb je wel ook een paar volwassen jongens nog in je team. Ik wil wel zeggen dat ik vroeger totaal van deze gedachte was. Van laat die jongens maar, weet je, ook in de Europa League of zo, als je dan zo'n B-garnituur tegenover krijgt, die dicht tegen het eerste aan zit, die willen zich bewijzen. Maar ik kan me echt niet een wedstrijd herinneren waar ik in dit gezicht. Ja, want die jongens die hebben dat niet. Nee, maar je hebt B-garnituur en B-garnituur. Zoals bij Standaard uit speelde ook niet de beste elf. Nee. Maar dat waren wel spelers die een bepaalde ervaring inmiddels al op hebben gebouwd. Volwassen mannen. Die hebben klassiekers gespeeld. Die hebben sommigen al tegen het Nederlands elftal aangezeten of zelfs gedebuteerd. En jongens als Pelle Clement, ja, dat kan je die jongen niet verwijten, maar die heeft echt drie keer op de bank gezeten. Ja, oké, maar het verschil alleen al, denk ik, is Tete tegen Standaard en Tete gisteren tegen Cambuur. En dat zit echt bij hemzelf. Ik heb vanaf het begin uitgesproken dat er voor mij één man was van degene die er buiten vielen, wie er gewoon op had moeten staan. Ja, hij doet er zelf niet echt zijn best aan, want dit zijn toch je kansen. Ja, klopt. Ja, helemaal. Een wedstrijd tegen Cambuur is natuurlijk veel mindere tegenstander. Dan mag je het ook best laten zien. Als je wil strijden voor een plek in het eerste elftal, toch? Dan, maar ik schrok gisteren, ik heb alleen de tweede helft gezien, moet ik bekennen, maar ik schrok echt van de Beek, man. Ik lees daar vaak over dat zijn passing echt zijn sterke kant is. Nou... Dat was gisteren niet het geval. Dat was zeg maar waar alles misging. Ja. Die bal tegen Standaard die wordt dan 300 keer herhaald. En dan wordt gezegd, het is een toptalent. Maar ja, waarom? Ja, ik heb dat gaat snel. Ja, precies. Snel tegenwoordig. Ik heb fantastische dingen zien doen in de A1 en in Jong Ajax. Maar ja, dat is de A1 en Jong Ajax. En dat is anders dan zoals jij net het cliché dat je dat maar noemt. Maar een koude dinsdag of donderdagavond in Leeuwarden, dat is andere koek. Maar hebben we er in Nederland ook niet gewoon een handje van om talenten heel snel omhoog absoluut. Te praten? En te zeggen van ja, dat is... Ja, toch? Ja, zeker. En ook net zo snel weer kapot te maken. Ja, precies. Van dit wordt het niet. Nou, ja, ik begrijp die visueuze cirkel absoluut niet. Waarom dat nou steeds een herhaling van zet is. Ja, Bassoer, grootste talent ooit. Alleen maar lachend naar Eindhoven kijken. En een half jaar later ben je blij dat hij weggaat voor 12 miljoen. Denk ik van... Ik weet niet waarom. Volgens mij, ik heb Bassoer voldoende goede dingen. Je kan ook vragen waar het aan ligt, zeg maar, dat zo'n jongen... Die transfer? Ik vind het... Ik neem aan dat er genoeg interesse is voor zo'n jongen. En als je dan een beetje kijkt naar de... Kijk, er zijn twee. Je kan iets te hoog inzetten, maar je kan er ook voor gaan. Ik denk dat hij gaat voor het scenario van, nou ja, ik ga Wolfsburg wel weer even redden. Want het is natuurlijk ideaal. Het kan bijna niet slechter op dit moment bij Wolfsburg. Aan de andere kant staat de club dusdanig in vuur en vlam. Het is echt geen makkelijke keuze die hij heeft gemaakt. Maar hij heeft toch ook niet de status dat hij nu bij Wolfsburg binnenkomt en in de basis staat? Nee. Ze hebben Luis Gustavo, denk ik, als verdedigende middenvelder. Ja, voor Guy en Luis Gustavo staan er geloof ik wel in de basis. Ja.
En ik vind hem ook best... En dan is de man die hem gehaald heeft ook nog eens vertrokken een week voordat hij komt. Wat het meer is, is kijk het verwachtingspatroon. Kijk, tuurlijk, inderdaad, wat je zegt, hij zet erop in dat van... slechter kan je niet instappen. Maar ja, aan de andere kant, het verwachtingspatroon is nu wel heel hoog. Want hij wordt daar misschien toch een beetje binnengebracht van... ja, dit is een man die het beter gaat maken. Ja, en hij is nog vrij jong. Die garantie heb je niet. Al, laat ik het zo zeggen, ik ben er echt voor volle 100% van overtuigd... dat hij voetballend daar makkelijk mee kan. Maar gaat hij dat ook brengen? Ja. Ja, en het zijn ook andere facetten. Kijk, als je een beetje het zelf zou volgen, dan kan je ook vragen... Er is zometeen een Drexler die daar de deur uit loopt, waar iedereen klaar mee is. Voor 50 miljoen aangetrokken. Een van de grootste talenten. En die gaat ook weg daar en die gaat het ergens anders fantastisch doen. Dat weet je nu al. Het is best wel een moeilijk club ook. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Je staat wel, als je speeltijd krijgt daar, dan is de sky wel de limit, zeg maar. Vanuit bij Wolfsburg kun je natuurlijk alle kanten op en... Er zijn wel genoeg voorbeelden van spelers die daar gezeten hebben... die echt mooie stappen hebben gemaakt. Dat je elke week voor Bruma moet spelen. Maar dat gewoon dicht op je eigen goal spelen. Liever voor dan achter. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dan kan je nog tenminste een beetje wijzen. Maar... Vertel over de bekerwedstrijd van PSV, Paul. Nou ja, we hebben gezien, het is geen schande natuurlijk. Sparta bekert lekker door. Goeie ploeg. Nee, maar het was echt schandalig die wedstrijd toen tegen Sparta. Dat was echt, denk ik, een van toch wel de slechtste prestaties dit jaar van het team. Dat was vorige ronde, ja. Ja, absoluut. Waar lag dat volgens jou aan? Volgens mij niet door Bega natuurlijk. Nee, nou, er was wel wat gewisseld, maar er stonden wel voornamelijk A-spelers in. Ja, had ik er maar een reden voor. Want dan, dat is volgens mij de wedstrijd waarin... Nou, dat zal sowieso meespelen, denk ik. Want dat lijkt me best wel een intelligente coach. En ook de zaterdag daarvoor speelde PSV voor de competitie tegen Sparta in Eindhoven. En toen stond Sparta ook al vrij goed. Toen werd het 1-0 pas helemaal op het einde. De goal van Ramselaar, volgens mij. En... Ja, het leek wel haast onderschatting. Dat is natuurlijk niet meetbaar, maar op zo'n veldje... Ja, hetzelfde scenario met Utrecht. Dat ook al. En toen het 2-1 werd voor Sparta in die wedstrijd, snel 3-1. En het had ook 4-5, 6-1 kunnen worden. Ze liepen er aan alle kanten voorbij. Dus ik denk echt dat het een soort van samenloop van omstandigheden was... waarin ze op dat moment echt helemaal door de ondergrens zakten. Daarna is het ook niet meer slechter geweest, denk ik, bij PSV. Er zat ook een fase in die wedstrijd dat Sparta echt gewoon 4-5 goals kunnen maken. Ja, ze liepen er echt doorheen. Gewoon ook door het midden. Ja, maar dat vond ik wel het verschil met vorig jaar met Utrecht. Toen had ik het idee dat het ook een beetje onwil was. Of tenminste, nooit echt onwil, maar dat er zoiets in die ploeg sloop. Van we zitten nog in de Champions League en we doen nog met de titel. We vinden het ook allemaal wel best. En dit was echt heel pijnlijk. Ik wil niet zeggen onvermogen. Dit was onkunde, ja. Ja, dit was echt gewoon allemaal gasten die hun niveau niet haalden. En Sparta was echt beter. Ja. En dat was wel pijnlijk. Ja, dat is heel pijnlijk. Als je eigenlijk op alle 11 spelers individueel een betere speler hebt. Maar dus als collectief niet... Is het niet nog veel pijnlijker dat Cocu op zo'n moment dan niet dusdanig kan ingrijpen en de boel om kan zetten om zo'n wedstrijd te doen kantelen? Ja, maar daar hebben we het vorige week ook over gehad met de wedstrijd tegen Rostov. Dat je weet, je gaat die bal constant snel van kant naar kant moeten verplaatsen. En je zet Swaap gewoon op de belangrijkste plek op het middenveld. Ja, dan denk ik, dat schiet niet op. En dat zie je dan de eerste helft, zie je dat fout gaan. En in de rust grijpt hij niet in. En dan na een uur, dan gaat hij een keer iets omzetten. Dan denk je, ja... En het is ook, je kunt alleen in de rust, denk ik, iets doen als coach. Verder kun je nog wel wat tweaken en een enkele speler een instructie geven. Maar een heel team omgooien, dat kun je eigenlijk alleen maar vooraf. En als je al tijdens de wedstrijd doet, in de rust. Ja. Dus ja, op dat moment vind ik ook... Ik weet niet of je dat, als de wedstrijd eenmaal gaande is, aan een trainer kan wijten. Er liggen meer aan de voorbereiding. Ja, maar je zou bijvoorbeeld wel bepaalde spelers in het veld... Spelers dan bijvoorbeeld geïnstrueerd worden, voordat ze erin gebracht worden. En dan op het moment dat ze het veld inkomen, zie je ze ook andere spelers instrueren. Ja. Ja. Dat mist ik. Dat zie je weinig, bij PSV. En dat is niet alleen afgelopen week, hoor. Maar het is over een veel langere periode mis ik dat... Het briefje van Mancini. Ja, die gaf altijd de wisselspeler. Daar zijn Turkije altijd belachelijk voor gemaakt. Ja, moesten ze met zes op een papiertje kijken. Ik heb een filmpje van gezien in Engeland. Dat een speler pakt hem van zijn tegenstander af. Toen werd hij helemaal gek. Ja, dat vond ik schitterend. League One of zo, goed, ja. Ja, dat was maar ik denk dat het nog wel even interessant is voor de neerwaartse spiraal... waar toch wel Cocu in zit op. En dat vrij rap. Ja. Ik neem aan dat je over de beginperiode wel te spreken bent van Cocu. Nou, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk niet. Ik heb vanaf dat hij eigenlijk aangesteld werd in 2013... eigenlijk al mijn vraagtekens gehad van op basis waarvan. Hij is toen assistent geweest, denk ik, bij Nederlands Elftal een tijd. En hij heeft heel eventjes het eerste mogen vervangen toen Fred Rutte voortijdig wegging.
Nou, heeft hij 3 maanden meegelopen. Ik geloof 1 bekerronde gewonnen en de beker van Heracles in de finale. Dat vind ik niet zo'n prestatie op zijn konto toe te schrijven, eerlijk gezegd. Nee. Hij heeft de A1 getraind. En ik geloof dat dat wel een argument was om hem toen door te laten stromen. Want daar zaten jongens als Memphis, Locadia, Hendricks, die kende hij. Toen is hij met de jonge selectie begonnen. Nou, dat jaar mocht alles. Werden ze 4e, iedere week klappen om de oren. Thuis 2-6 tegen Vitesse, noem het allemaal maar op. Alles werd geaccepteerd, dat jaar mocht alles. Dus, nou, klopt, ja, die 2-6. Toen zag je de armen bij de supporters. Ja. In dat jaar zag je niet echt een stijgende lijn. Ruiz kwam in de winterstop. Die heeft 5 winnende goals gemaakt in de tweede helft, waardoor het seizoen gered werd. Maar echt een stijgende lijn heb ik niet kunnen ontdekken. Het jaar daarna heb je... En Guus kwam koffie drinken, toch? Ja. Aan het eind. Ja, ja. Ik wil de grap eigenlijk niet maken, maar Cocu is ook in de periode dat het goed ging, was hij toen ziek en was hij er niet. Ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft, maar dat is wel een gegeven. En ja, volgens mij heeft hij gewoon de afgelopen 2 jaar echt de beste selectie van Nederland gehad. En ik heb bijna alle wedstrijden gezien. Ik zie geen collectieve vooruitgang in dit team. Wel verdedigend, door nu 7 tegengoals. Daar moeten we hem denk ik wel wat credits geven, want individueel verdedigend zijn het allemaal niet zo'n toppers. Nee. Arias doet domme dingen, defensief. Jetro doet dat ook. Isimat en Schwab zijn allebei geen wonderen. Tenminste, vooralsnog vind ik. Moreno vind ik dat wel. Maar of 1 speler goed genoeg is om zo'n defensief resultaat neer te zetten, weet ik niet. Dus daar kunnen we misschien wat credits geven. Maar in 4 jaar is er gewoon geen aanvalsidee. Ja. Ja, en dan zie je dat op het moment dat Luc de Jong niet meer scoort, dat ze ook gelijk een heel groot probleem hebben. Ze hebben zich natuurlijk heel kwetsbaar gemaakt door sowieso door het aanvalsspel op hem af te stemmen. Maar daar zijn wel, nou, daar heb je wel argumenten voor. Je hebt Jetro, je hebt Luc de Jong, wat in de Eredivisie gewoon een topper is, denk ik. Maar als je hem ook nog eens bijvoorbeeld aanvoerder maakt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om hem eens een keertje te wisselen voor bijvoorbeeld Pereiro. Dat vond ik zo'n onbegrijpelijke beslissing. Guardado is volgens mij in alles de patron, de grote leider. En hoezo pak je die de band af, joh? Ja, sowieso, als daar geen aanleiding toe is, moet je dat nooit doen, vind ik. Nee, het is niet dat ze de jongen hebben beloofd dat hij aanvoerder wordt, dat hij daarom... Ja, dat gevoel krijg ik als volger van de buitenwereld wel. Ik ken die inside wereld niet, maar dat gevoel krijg je wel. Wat jij zegt, dat klopt wel inderdaad over het idee van aanvallen. Want wij zaten toen ook in de rust tegen Rostov, zaten we te kijken van... Oké, wat moet hij toen doen? Dan ga je naar de bank kijken. Daar zit Jozefsson, daar zit Simon Paulsen. Daar zit zo'n Lundqvist, die dat ook nog niet aan kan doen. Daar zitten allemaal... Wij dachten ook van, ja, oké, hij moet het wel omzetten, maar wat moet hij dan doen? Want hij had ook niet zoveel keuze op dat moment. Zo breed is de selectie. En dat is wel pijnlijk. Nee, het is grappig dat je dat zegt, Bilal. En daar is de afgelopen jaren heel weinig op gefocust, omdat iedereen fit bleef en er heel weinig schorsingen waren. Maar als je kijkt naar de PSV-selectie van 14-15 en 15-16, als daar 2 of 3 blessures waren geweest, hadden ze echt een gigantisch probleem gehad. Maar er zijn er altijd max 1,5 geweest. Dus je kon altijd een goed elftal opstellen, maar... Hele smalle bank altijd. Wat ik ook nog wel een ding vind bij Cocu. Ik zie Peter Bos gisteren voor de camera. Daar zie ik wel echt iemand staan die neemt zijn verantwoordelijkheid. Die zegt van, we hebben gewoon gefaald. Ik ook. Het is gewoon diep door de ondergrens. Ja. Ik zit na PSV Rostov in de auto. Nou, we hebben deze wedstrijd denk ik allemaal gezien, hè? Ja, ook de interviews daarna, inderdaad. Thijs Zonneveld die zegt dan, ik ga mijn oogballen in de glorix gooien. Nou, dat wilde ik ook. En dan hoor ik op de radio gewoon de coach gewoon zeggen van... ja, ik ben gewoon tevreden met de prestatie. Ja, kijk, dan... Ik snap dat die perspraatjes best een showtje zijn. Maar er zijn wel grenzen, snap je? Ja. Ik ben een slimme vent, ik heb die wedstrijd gezien. Ik heb misschien niet voetbalinzicht. Maar niemand hoeft mij te... Ja, maar hij hoeft zijn spelers niet af te branden, maar hij kan best zeggen dat het niet voldoende was. Die hand moet in eigen boezem, dat wel. Brand jezelf dan maar af voor de camera. Ja. 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 Dus hij heeft goede resultaten geboekt. Maar ik denk dat dat wel bijna iedere coach had gedaan de afgelopen jaren. Ja. Hij had een jaar Memphis en Wijnaldum, hè? Ja. Zo. Ja, dan heb je wel... En Guardado. En Luc de Jong. Maar vooruitblikkend op de topper komende zondag. Wat denken we ervan? Of tenminste, het is eigenlijk een topper in de schaduw van Feyenoord. Zo eerlijk moet je zijn. Ja. Maar om plek 2. Het gevecht om plek 2. Nou, dat nou gedacht. Laten we dat in december nog niet noemen, maar het wordt wel interessant. Ja, het wordt heel interessant. Ja, het zijn altijd wedstrijden op zich. Ik heb vorig jaar ging het ook echt compleet tegen de verhouding in. Toen was ik doodsbang toen Ajax naar Eindhoven moest met 4G van Van der Horen achterin.
En die werd vrij moeiteloos gewonnen, die wedstrijd. Andersom was met Pereiro, hè? Ja, ja. Andersom was met Pereiro, inderdaad. En ik heb nu ook zo'n gevoel... Ja, dat is ook wel pessimistisch ben ik, maar... Nee, maar het is ook gewoon problematisch als PSV op bezoek komt in de arena. En dan kan, weet je, daar heeft... ik denk, als je puur naar de actualiteit kijkt, aan dit seizoen tot nu toe, dat Ajax veruit de favoriet is. Maar dat is gewoon... Ja, het is super cliché, maar dat is gewoon in deze wedstrijd niet te zeggen. Nee. Ajax, PSV sinds de opening van de arena. 6 zegens Ajax, 3 gelijke spelen, 11 keer PSV. Ja. Ja. En hoe lang duurde het voordat Ajax de eerste keer won? Dat heeft volgens mij wel een jaar of 9 geduurd. Ja. Ja, dat denk ik ook. Mijn enige avond op de F-site. En toen mocht ik van die gasten nooit meer naar een ander fucking... Goal van Westerseide. Ik doe het wel, als je het niet heel erg vindt. Dat is een goal van jouw held, Jordi, die wedstrijd. De eerste keer dat Ajax won in de arena. Was dat... Sneijder, verre hoek. Ja, ja. Was dat die wedstrijd die uiteindelijk de titel werd beslist? Dat Fennegol of Hesseling... Schoot Fennegol op de paal. Ja, 0-1 voor zelfs. Nou, en bij 0-2 was beslist. Ja. En toen kwam Ajax nog terug van 9 punten in de competitie. Ja. We hebben net de trainer van PSV besproken. Ik was wel benieuwd. Vertel ons eens wat over Jack de Gier. Je bent natuurlijk Almere City volgen. Dat is eigenlijk... ja, precies. Maar ze staan hoog, hè, heb ik gezien. Sorry? Ze staan al 5 of zo weer, Almere. Ja. Nee, maar vorig seizoen, eigenlijk sinds de aanstelling van Jack de Gier, gaat echt stukken beter. Voetbaltechnisch gaat het veel beter. Ik kan me herinneren, dat je was niet lyrisch vanaf het begin. Nee. Kijk, van zijn aanstelling vond ik een beetje raar. Weet je? Ik kende hem niet als hoofdtrainer. Hij was als hoofdtrainer betrokken bij een amateurclub hier in de buurt, geloof ik. OSV, geloof ik, vrouwen of zo. Ja, precies. Ja. En als assistent of als hulptrainer bij NEC gewerkt, weet je. Dus ik had daar een beetje bij twijfels bij. Maar ja, ik heb eigenlijk al 2 maanden geleden al gezegd, weet je. Dit is mijn mea culpa, want ik zat er echt helemaal naast. Want die man, hij weet spelers te motiveren. Want op een gegeven moment had je dat met Ahanag. Ja. Die kwam onder Maarten Stekelenburg, kwam hij niet aan de bak. En Maarten Stekelenburg vond dat hij fysiek tekort kwam. Hè. Maar denk ik bij mezelf, ja, dan moet je hem op positie zetten waarin hij niet heel veel in de duels komt en waar hij ook uit de duels kan blijven. Jack de Gier heeft dat heel goed ingezien. Die heeft hem op de linkerflank geposteerd. Die heeft gezegd, jongen, je hebt een vrije rol hier op de linkerflank. En doe het maar gewoon. Ja, dan heb je Jenner Arica. Ja. Die is ook gehaald. En die twee, dat is wel een duo. En dan heb je Tom Overtoom daar nog achterlopen. Dan hebben we gelukkig geen Sven Braken, een spits die veel scoort. Want dat was ook nog... Toen Vincent Jansen wegging, was iedereen wel van... Ja, wie gaat nu voor de doelpunten zorgen? Ja. Nou ja, en dan zijn we bij. Ja. Nou, ik denk niet dat Wout in Almere zou komen voetballen. Maar ik heb trouwens wel begrepen, dat even tussendoor. Er wordt vaak wel lacherig gedaan over Almere City. Ja. Maar trainers, die zijn dol op die club. Die willen heel graag bij Almere City aan de slag. Ik heb begrepen dat er echt tientallen sollicitaties zijn binnengekomen op die functie. Voordat Jack de Gier Waarom is dat, denk je? Ja. Ik hoor heel veel van heel veel mensen, ook van voetballers, hoor ik dat het vooral komt door de faciliteiten. We hebben een nieuw stadion, moderne faciliteiten, zijn moderne apparatuur waar je mee aan de slag kunt. Redelijk dicht bij een grote stad, vermogende voorzitter. Precies. Nou ja, een vermogende voorzitter die niet al te veel geld in steekt. Nee. Wie is die voorzitter? Dat is Leslie Bamberger. Bamberger-groep. Staat ook in de quote. Die zou eventueel wat meer kunnen doen, maar zolang het goed gaat... Leeft het een beetje in Almere? Je ziet dat de nieuwe generatie, de echte Almere's, die... want kijk, ik bedoel, ik woon mijn hele leven in Almere. Alleen ik ben niet geboren in Almere, want we hadden geen ziekenhuis in Almere. Maar je hebt nu een generatie die opkomt en dat zijn wel jonge gasten die binding met de club hebben. En die daar waarschijnlijk ook van jongs af aan komen met hun ouders die dan op de vrijdagavond... Want ja, wat doe je anders op een vrijdagavond? In Almere. In Almere, inderdaad. Ja, en wordt er al gesproken of gedachtdroomd over promotie? Ja, natuurlijk. Ja, nee. En is dat reëel binnen nu en zoveel jaren? Ja, wat ik denk. Even los van een toevallige play-off promotie. Almere is natuurlijk best wel lang een het lelijke eentje geweest. Maar wat jij ook onderschrijft, er zit best beleid achter nu, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, je kunt het aanpakken zoals andere clubs in het buitenland dat gedaan hebben. Maar ja... Is dat op de lange termijn, weet je? Is dat iets wat je wil?
Nou, ik denk dat het op deze manier gewoon veel beter is. Niet te veel geld erin pompen. Gewoon heel, heel gedegen beleid voeren. Zelf proberen jongens op te leiden. En ze, als je ze niet zelf hebt, dan haal je de afvallers van de topclubs. Zoals Vincent Jans. Ja. Want je moet niet vergeten. Kijk, jongens als Amrabat, Asaidi. Die komen allemaal bij Almere vandaan. Almere heeft dat allemaal bij die jongens gezien. Amrabat is bij Huizen weggeplukt. Asaidi is bij Zeeburgia weggeplukt. Ja. Het is een beetje de rol die AGOVV vroeger had, hè? Met de Mertens, de Chadli's en Huntelaars. Gonzalo Garcia. Ja, wat betreft daar stempel... kan je als club op die manier wel van leven als je zo'n aanwas hebt. Ja, het stempel van lelijk eentje op het moment dat jij attractief voetbal, dat is het makkelijkst om de neutrale mening te doen veranderen. Volgens mij gebeurt dat wel. Alleen, ik denk wel, qua eigenschap is Jack de Gier een beetje een nieuwe ouderwetse trainer. Ja, in de zin van niet, kijk, alle upcoming, weet je allemaal van de laptop trainers. Maar dat is hij volgens mij totaal niet. Het is meer een schoudersklopjesman, maar dan wat jonger. Het is een schoudersklopjesman, zoals jij dat dan noemt. Maar wel eentje die zich ook wetenschappelijk bezighoudt. Want hij heeft wel een bureau erbij betrokken die dan, die dan de boel analyseert, die de boel in de gaten houden. En op basis van de gegevens die hij dan aangereikt krijgt, kan hij speltechnische keuzes maken. Maar wel wat je zegt, het is wel een Amsterdammer. Ja. Het is wel eentje die liever een arm om een speler heen slaat dan dat hij hem uit staat te kaffen. Maar dat is wel goed, want ik heb bijvoorbeeld bij Jack de Gier heb ik ook gehoord uit van jongens die onder hem bij NEC hebben gespeeld. En inderdaad, dat is ook een man, laat ik het zo zeggen, als speler was dat ook niet iemand die altijd binnen de lijntjes kleurde, om even netjes te zeggen. En ik kan me wel voorstellen dat als jij net bij een grotere profclub bent weggestuurd of net tekort bent gekomen, dat je daar wel behoefte aan hebt op zo'n moment. Gewoon een trainer die zegt, hey, ga lekker voetballen en kom op, weet je, we gaan er samen voor. Voor zo'n trainer wil je dan wel strijden. En ik denk dat heel goed werkt nu. Ja, toch? Ook als je naar de samenstelling van de selectie kijkt. Absoluut, absoluut. Ja, daar moet ik hem ook wel compliment voor geven. Vooral samenstelling. Hij heeft jongens gehaald die bij hun vorige clubs niet altijd aan spelen toekwamen. Of die langdurig geblesseerd waren. Maar ja, je ziet die jongens die komen naar Almere toe. Die krijgen tijd om eerst weer fit te geraken. En op het moment dat ze fit zijn, worden ze ingepast. En worden ze ook ingepast met het idee van, doe je ding maar gewoon. Ja. En het komt wel goed. En je ziet dat werkt kennelijk. Nou, ja. Dat is geheel op het konto van de Gier. Ik zou het best wel grappig vinden, Almere in de Eredivisie. Ja, okay, met Jack de Gier dan. Okay, ja, sowieso. Ja. Ik zeg het je nu, het gaat een keer gebeuren. Weet je. Het gaat echt een keer gebeuren. Ja, gaat een keer goed vallen. In 10 jaar gaat het echt gebeuren. Kijk, wat natuurlijk wel is, wat de kritiek is op de Super League in het algemeen, maar op heel veel van die clubs, is dat er vaak geen achterland is. Zoals bijvoorbeeld bij de Veendams, met Groningen om de hoek. Heb je met Almere heb je dat. Nee, precies. Almere blijft maar groeien. En inderdaad, op het moment dat mensen ook echt die, laten we het even zeggen, die Ali-feeling gaan hebben, weet je wel. Dan, ja, precies. Dan kan dat wel. Op het moment dat Ajax tegen zit, dan gaat het ook hard. Hè? Zo zat in Alkmaar ineens het stadion vol. Ja, ook toen daar leuk ging voetballen. Ja, want dan heb je nog gewoon vrij neutrale mensen. Zijn er mensen uit Amsterdam die daar naartoe gaan? Naar Alkmaar dan? Zeker weten. Zeker weten. Naar Alkmaar is dat normaal gesproken naar Amsterdam. Misschien, ja. Dat zie je nu bij Almere. Dat was best wel een grote stap natuurlijk, naar het nieuwe stadion van Alkmaar eruit. En even goed, omdat het toen heel goed ging, zat het gewoon wekelijks vol. Nou, dan is er nog één trainer waar jij je licht over mag laten schijnen, denk ik. Zijn eerste, natuurlijk komt wel een breekpunt aan tegen PSV, maar wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik ben wel enthousiast. Ik was wel ook echt helemaal klaar met de boer op een gegeven moment. Oh, en dat zeker? Is niet echt ergens op gebaseerd, behalve dat ik gewoon niet meer met plezier naar Ajax. En als ik dat... Dat was best wel een lange periode eigenlijk. Ja, best wel. En nu kijk ik wel weer met plezier naar Ajax. Ook al gaat er objectief gezien niet heel veel beter dan eerst. Want ja, de Europa League, weet je, het zijn prima tegenstanders. Maar je moet ook nog maar even zien hoe dat verder gaat lopen als je daar de knock-out fase in gaat. Ja. Waar het de vorige keren echt misging. Maar ja, ik kijk weer met plezier naar Ajax. En dat ligt ook aan de spelers die erin lopen. Kijk, zo'n Ziyech. Ja, zo'n speler hebben we gewoon al heel lang niet meer gehad. Nice. Dus ik ben gematigd positief, laat ik het zo zeggen. Ja. Eens. Wat denk je wat we nog van Bos kunnen verwachten bij Ajax? Wat? Ik vind het lastig, want in principe heeft hij al natuurlijk een redelijke hand in de selectie kunnen hebben. Volgens mij is Traoré echt op zijn voorspraak naar Ajax gekomen. Ziyech is heel laat ingestroomd toen hij al een tijdje had. Maar ik vermoed wel dat hij nu natuurlijk, naarmate hij al langer zit, nog meer de club naar zijn hand kan zetten. Ik had zeker in het begin het idee dat hij toch wel wilde voortbouwen op structuren die er al waren. Juist. Dat jongens vrijwel hetzelfde elftal, Goedelje, noem ze allemaal maar op, daar wat meer kans in kregen.
Ja, ik hoop dat hij deze lijn door kan trekken. En dan niet de lijn van de afgelopen week, maar niet van, van een maand ervoor. Aangevuld met wat spelers hier en daar, als hij zijn selectie wat meer kan benutten. Toen kijk jij tegen Bos aan, van een afstandje? Ja, ik ben al... Ik vond het heel opmerkelijk. Ik heb bij jou voorbij zien komen dat jij een case maakt voor Frank de Boer bij PSV. Nou, nee, dat was... Nee, dat... Die zal ik dadelijk even uitleggen. Ik wou net zeggen, als je... Bijzonder. Laat ik hem dan maar meteen even uitleggen. Nee, ik was natuurlijk heel gefrustreerd na de wedstrijd tegen Rostov, de dag daarna. En ik had mijn vriendin voor surprise. En ze had op basis surprise lijstje had ze de Dilemma dinsdagkalender. Dat is schijnbaar echt een dingetje. Dat dan iedere dinsdag komt er een dilemma online. En dat zijn dan twee kutdingen waar je uit moet kiezen. Maar ze zijn allebei kut. Ja. Dus ik had gekozen voor wie wil je dat de volgende coach van PSV wordt. Bert van Marwijk of Frank de Boer. Omdat ze me allebei heel kut lijken. Was het dus ook echt een dilemma dinsdag ding, zeg maar. Dus het was totaal niet serieus. Maar Bert van Marwijk lijkt me nog erger als PSV-fan. Dus dan pleit ik toch wel. Ja, waarom lijkt Bert van Marwijk? Ja, dus daar heb ik niet echt redenen voor. Maar ik krijg gewoon echt kippenvel als ik die man zie. Ik vind het zo'n eng nek als ik hem op tv zie. Ja, ik vind het prima. Duidelijk. Ik wil dat ook wel even uitleggen. Je weet dat dit er niet uitgeknipt kan worden. Nee, dat weet ik. Hier is alles live, Paul. Dus nu hang je. Op Twitter ook al wel een aantal keer gezegd. Kijk, maakt mij niks uit als je naar Saudi-Arabië gaat. Interesseert me echt helemaal niks. Het maakt me ook niet zo heel veel uit als andere mensen vinden dat anderen dat niet mogen doen. Maar beide vind ik wel moeilijk. Dus je gaat eerst jarenlang in een praatprogramma, Studio Voetbal, ga je de moralist uithangen. Dat mag, prima. Vervolgens ga je zelf naar Saudi-Arabië. Loop je ook hand in hand met die sheik. Word je er weer een paar keer op aangevallen in Studio Voetbal. Dan komt hij met de gekste kattensprongen dat hij... Dat het allemaal niet zo erg is en dat je hem niks kan verwijten. Ja, dat soort hypocrisie, daar moet ik gewoon van dat kotsen. Dat het geen standvastige man is, is. Voor mij was het eerder bekend op het moment dat hij begon te zeuren over het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Ik denk dat we in 2010 dichtbij zijn gekomen met verschrikkelijk lelijk voetbal. Maar met alle geluk van de wereld en een goede loting. En volgens mij met Van Gaal was het al iets leuker en iets meer gevoel van wij zijn niet trots op. En hij zag het al helemaal gebeuren dat Louis het wel ging doen. En die zat gewoon, ook nog, die zit daar met droge ogen te vertellen hoe kut het allemaal is. Bert had misschien ook nog wel een betere selectie dan Louis. Ja, je ging in 2010 ging je ten onder en in 2014 ging je Eervold ten onder. Precies. Ja, maar dat vind ik dan, weet je, als je bent die voormalige bondscoach en dan ga je op tv dat lopen afzeiken. Je moet groter zijn dan dat. Ja, je moet echt groter zijn dan dat. En dat vond ik vooral jammer aan hem in die periode. Ja, en als iemand op tv is om te analyseren, dan vind ik het ook altijd wel leuk als er wat vreugde vanuit gaat, weet je. Dat die man met liefde over het spel praat, want daarvoor kijken we allemaal. En hij zit daar gewoon altijd alsof hij geen zin heeft. Ja, blijf dan gewoon thuis, weet je. Ik denk dat Gert-Jan Verbeek wel een goeie zou zijn, maar ik weet niet, die moet zijn keer... Ik weet niet of hij goed doet op tv. Twee fulltime banen, dus dat wordt wel lastig. Gert-Jan, is hij wel eens op tv daar? Over boxers gesproken, er komt een vraag binnen in de chat. Of je voor Rico of Badder was afgelopen... Ik was voor Badder. Kan Ricardo ook nog wel wat over zeggen? Ik was voor Badder. Ja, in Limburg. Mag bijna niet, hè? Van, Nee, ik was in Zuid-Limburg, dat mag wel helemaal niet. Maar een beetje tegen de gevestigde orde schoppen, dat mag wel soms, toch? Ja, toch? Ja. Absoluut. Ja, ik volg het allemaal niet, zeg maar, dusdanig. En ik kijk vooral wat het entertainment gehalte in de ring. En dat is bij de ene, dat lijkt me vrij duidelijk. Badder is gewoon een vechter waar je met plezier naar kan kijken. Precies. En alles daarbuiten, ja, dat is aan de justitie en aan de politie. Daar ga ik niet over. Op het moment dat hij in die ring staat, kijk ik graag naar die jongen. Daar hoef je ook niet over te oordelen. Nee, toch? Ik bedoel, iedereen maakt fout in zijn leven, toch? Ik bedoel, wie zijn wij om daarover te oordelen? Toch? Ik bedoel, je moet alleen gewoon, net wat je zegt, entertainment binnen de ring, weet je. Vechtstijl, als die je aanspreekt, ja, support diegene lekker. Zo. Goed, toch? Jij? Wat jij voorkeur? Nou, kijk, ik ben niet zo goed in dan een sport die ik nauwelijks volg, om dan in één keer de diehard. Want daar heb ik me vooral heel erg aan geërgerd op Facebook. Iedereen had er in één keer verstand. 15 miljoen Max Verstappen vindt. Ja, precies dat. Nee, maar precies dat. En ik had zoiets van, kijk, Badder heeft altijd een vrij grote mond. En dan is het ergens wel grappig als Rico dat afstraft. Maar tegelijk, als jij terugkomt uit je pensioen, soort van... En je slaat de wereldkampioen KO, ja, dan ben je wel een legend. Ja, gewoon voor altijd. En dan is die discussie ook gewoon voor altijd gewoon afgesloten. Dus ik had van allebei wel heel erg kunnen genieten. Ja, en hier niet van natuurlijk. Nee, dit is de meest jammerlijke uitslag wie we konden hebben, denk ik. Ja, wat ik echt een anticlimax vond. Ik ben daarvoor gaan zitten voor een bokswedstrijd. En hij is gewoon na 2,5 minuut over. Ja.
Ja. Hij is niet... Dat is wel wat er vaker gebeurt. Ik ben geen echte boxkijker. Dus ik snap dat dit vaker kan gebeuren. Dus ik had deze anticlimax nog niet meegemaakt, maar... Weet je, die voetbalwedstrijd duurt gewoon minimaal 90 minuten. Dus gewoon... Maar dat is soms ook een keer... Bij sommige wedstrijden denk je wel eens van... Waren ze maar ook 2,5 minuten afgelopen. Ik ben gek op voetbal, hè, maar dat... Oké, touché. Volgens mij staat er iemand voor de deur. Oh nee. Ja, dan heb je meer mensen voor de deur. Even wat dieper erin duiken voor aankomende januari. Want ik ben wel benieuwd, een aantal deelnemers van de Afrika Cup. Ik heb prachtige herinneringen, denk we allemaal. Eurosport en ja... Het is net even... Anders voetbal dan we wekelijks kijken. Het is gewoon puur voetbal, man. Het is gewoon puur. Het is niet gemaakt. Er zijn geen, ze lopen geen mannetjes langs de lijn met allemaal van die pasjes die dan allemaal gaan roepen van wie wat moet doen, weet je wel. Het is gewoon allemaal puur. Het is gewoon echt, weet je. Als supporters juichen is het echt. Ja. Weet je, het is niet dat er nog een dat weet je zo'n speciaal gemaakte goal tune daarvoor of zo. Nee, weet je, het is gewoon echt voetbal. Titelkandidaat. Titelkandidaten, geef ik je de twee. Titelkandidaten. Ja, dat is voor mij... Moet ik ook... Weet Fox, op de voorbeschouwing op Fox heb ik gezien dat ze afgelopen weken... dat ze Senegal heel hoog aanslaan. Echt als potentiële winnaar. Senegal, dat is het mooie. Het is niet een heel aanvallende ploeg. Het speelt niet heel spectaculair voetbal. Maar wat zij wel heel goed doen, is een tegenstander laten uitrazen. Ja, ze zetten zichzelf vast. Ze laten een tegenstander uitrazen die er ook niet doorheen komt. En dan op de counter maken ze je af. Ja. Ja, en dat vind ik wel... Dat vind wie is ik wel coached, hè? Aliou Cissé. Ook van dat 2002-team, toch? Ja, aanvoerder, precies. Denk ik. Ja. En wie zijn de grote namen? Toch even voor, zodat de... Niet Afrika kennen, ook begrijpen. Wat zijn de grote namen bij hun? Yaya Touré las ik op Fox. Yaya Touré. Senegal? Ah, dat was wel pijnlijk, inderdaad. Nee, ja, Senegal, die hebben niet echt heel grote spelers. Het is gewoon een collectief. Ja. Weet je, net zoals wat wij op het WK 2014 hadden, weet je wel. Dat is Senegal op dit moment. Dus het is niet dat er echt spelers met kop en schouders bovenuit steken. Nou, als je het daarover hebt, dan kijk je eerder naar landen als Ivoorkust, Egypte. Bijvoorbeeld, hè. Die hebben ook een hele sterke selectie trouwens, hè. Met Mo Salah, Tariq Elneny en nog een aantal andere jongens. Dat zijn is dit weer zo'n toernooi met zeg maar allemaal, ik zal even zeggen, powerhouses? Want je hebt ook wel eens dat ze in dat er alle toernooien dat je zeg maar tussendoor loopt. Nee, maar in de zin van je hebt ook wel eens WK's dat je denkt van ja, ze zijn alle toplanden zijn even niet aan hun beste. Ja, precies. Het is allemaal niet het elftal wat we zullen blijven herinneren van Brazilië of Frankrijk of Nederland. Is dat nu wel het niveau hoog? Zeker. We hebben een aantal hele mooie groepen met hele sterke landen. Dus ik denk dat in dat geval verwacht ik wel dat we een aantal hele mooie wedstrijden te zien gaan krijgen tussen landen die echt wel tegen elkaar op elkaar. Hoe zeg je dat? Zelfde level zijn en aan elkaar gewaagd zijn, jazeker. Ja. Dat wil ik wel zeggen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe lang gaan Ziyech en El Ahmadi weg zijn? Hoe schat je dat in? Ik had het toevallig net met Jordi heel kort over. Ik heb dus ook gekeken naar het speelschema van Marokko. En dat is wel in hun voordeel. Zij pakken de allersterkste tegenstander, krijgen ze pas de laatste groepswedstrijd. Dus als je die eerste twee groepswedstrijden 4 of 6 punten pakt, dan ben je al door. In welke groep zitten zij? Groep C. En daar zitten zij in een groep met onder andere Ivoorkust en Democratische Republiek Congo. Nou ja, als je Ivoorkust de laatste wedstrijd krijgt, dan zit je op zich best goed. Hoor. Maar mijn favo zit in de pool en dat zijn niet jongens die niet kunnen voetballen, Democratische Republiek Congo. Nee man, die kunnen wel aardig ballen. Ja. Heb ik ooit niet zo over gehoord. Is iemand die een beetje daarop lijkt? Nog een team zeg maar, waar ik me nog meer op kan focussen? Want zij hebben wel gewoon... Super attractieve spelers. Ja, het interesseert me echt gereed. Als ze... Want wie hebben ze allemaal? Nou ja, dat kan Bilal beter opnoemen. Dat heeft hij al een keertje gedaan, volgens mij. Live. Nee, maar kijk, om even op je vraag terug te komen. Zij gaan een wedstrijd in dat ze zeggen, maakt niet uit, als we om 6-5 winnen, hebben we gewonnen. Ja, hebben we gewonnen, inderdaad. Dat is wel de opvatting waar ik van hou. Ja. Kijk, zij hebben ook dat ging over heel de wereld. Die beelden van Brazilië uit de kleedkamer, weet je wel? Ja. Dat ze met z'n allen stonden te dansen. Met z'n allen. En dat hebben die Congolezen hebben dat ook. En dat staat me wel enorm aan. Het is echt een hechte groep spelers. En dan heb je met bijvoorbeeld een Bolingi, dat vind ik echt een leuke speler om te zien. Ja.
Neeskens Cabano bijvoorbeeld. Dus vind ik, dat zijn wel de spelers waarvoor je naar een wedstrijd kijkt. Ja, ik heb ze er even bij gepakt. Chancel en Bemba ook, van Anderlecht vroeger en Newcastle. Mulumbu, zit hij nog bij West Brom? Ja, Diomercy en Mbokani. Uiteraard Mbokani als veteraan en Mpoku. Ja. Leuk, veel Belgische links natuurlijk. Hè, ja, klopt. Maar dat het verleden natuurlijk. Hè. Dus, en dat hebben heel veel Afrikaanse landen. Dus. Ik zou dat wel mooi vinden. Ik weet niet of we dat ooit nog gaan meemaken. Zo'n revival van een Beveren. Dat was toch sensationeel. En ook allemaal goed. En nou ja, allemaal kan ik niet zeggen. Maar voor België zelf is het natuurlijk... Nee, het was verschrikkelijk. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, tuurlijk. Maar ja, zo'n elftal bij elkaar samen. Ik kan me nog herinneren dat zij toen tegen uit bij Germinal Beerschot toen nog speelde. En die hadden 10 Ivorianen en een blanke keeper. En elke keer als die keeper en elke keer als die blanke keeper aan de bal kreeg, oerwoud geluiden, weet je wel. Dat was enerzijds heel gênant, maar ik moest daar ook wel heel erg om lachen. Ja. Maar wel bizar als je ziet van al die jongens die bij Beveren zijn geweest. Het percentage wat het echt heeft gehaald, is ook wel echt heel hoog, hè? Dat is die meneer die daar heel veel geld aan heeft verdiend, maar die had ook wel echt verstand van voetbaltalent inschatten. Nou ja, het is wel een Europees voetbal, toch? De meeste van die jongens die komen bij ASEC Mimosas vandaan. En dat is wel een van de topclubs in Ivoorkust. Dus, goede lichting. Zeker goede lichting. En ik denk heel veel toplanden hebben dat wel, weet je. Die hebben dan op een gegeven moment hebben ze een bepaalde lichting. En daarna gaat weer twee lichtingen wat minder. En dan heb je weer een sterke lichting, weet je. Het leuke vond ik aan dat Ivoorkust was ook dat het... voor een heel groot gedeelte bestond het ook uit... echte Ivorianen, in de zin van... het waren allemaal jongens die echt uit Afrika kwamen... en niet die allemaal in Parijs opgegroeid waren, weet je wel. Zoals bijvoorbeeld een Drogba, weet je wel. Ja, het is een Ivoriaan, maar... Dat heb je bij Marokko helaas wel, weet je. Heb je wel heel veel... Dat gaat nooit meer terugkomen natuurlijk in de huidige wereld. Dat je 11 jongens uit een Afrikaans land... Moet je daar een keuze in maken? Denk je dat het verstandig is om daar een keuze in te maken, zeg maar? Want je hebt dat niet... het zal moeilijk zijn, omdat je kan het niet inschatten waar het talent zit. Maar moet je alleen maar... Europees geboren Marokkanen selecteren? Of moet je alleen Marokkaans geboren Marokkanen? Ja, je moet gewoon de beste spelers die een Marokkaans paspoort hebben, dat zijn de jongens die je moet selecteren. Of ze nou in Marokko geboren zijn of niet. Je selecteert gewoon de beste spelers. Kijk, en dan achteraf mag je best zien dat er vooral jongens uit Europa in zitten. Weet je? Dat is een bepaalde observatie. En het is geen vreemde observatie. Weet je wel? Je kunt er ook wat van vinden, maar... De kern moet wel zijn dat je altijd de sterkste spelers selecteert. En niet op basis waar ze vandaan komen. Je kunt wel zeggen van, nou ja, ik heb liever niet dat spelers uit een bepaalde regio, die in een bepaalde regio spelen, dat die niet geselecteerd worden. Hè? Zoals jongens die bijvoorbeeld... Dat is in die focus nogal relevant geweest natuurlijk. Ja, absoluut. Nee, maar ook... ik weet bijvoorbeeld niet hoe het in de Marokkaanse gemeenschap ligt, maar niet wrijving, maar er is een soort van... verkeerd beeld bij beide kanten van Turken die uit Europa komen en Turken die in Turkije zijn geboren. Ja. En dat kan best wel in een groepproces. Kan dat zo, als je 2014 als voorbeeld aan had, kan dat tegen gaan werken? Vroeger was dat wel een probleem voor Marokko. Vroeger toen, want toen had je namelijk wel een aantal jongens die uit Europa kwamen. En dat waren de sterren. En je had een selectie. Andere kleding, andere trends, andere uitspraak. Heel anders. Deden waren gewoon echt heel anders. Ja. Weet je? Dat waren gewoon echt buitenlanders. En dan had je de rest van de groep die wel allemaal uit Marokko zelf kwamen. Je ziet dat er vaak wel een beetje botst. Dat zijn ook veel meer andere werelden dan bijvoorbeeld Turkije en Duitsland. Dat is natuurlijk toch... De Turkse jongens spelen ook op gewoon een heel hoog niveau. En laten we zeggen, in de Marokkaanse dat verhoudt zich heel anders. Op levensstijl misschien ligt het dichter bij elkaar dan op voetbalgebied. Want dat tussen Turkije en Duitsland zit al behoorlijk... Nee, maar niet zoals een Afrikaanse competitie en de Europese top waar sommige Marokkaanse jongens spelen. Ja, klopt. Dat hebben we laatst weer gezien, hè, met die Sundowns. Teleurstelling. Mamelodi Sundowns tijdens WK voor clubs. Dat waren afgelopen jaar zijn dat gewoon echt met veruit de beste club van Afrika. En ik had ook eigenlijk hoop dat ze minimaal de halve finale zouden kunnen bereiken. Maar ja, dan spelen ze één hele goede helft en dan zakt het allemaal in. Want dan zie je dat die jongens dat toch ergens weer niet over een hele wedstrijd kunnen opbrengen. Terwijl in Afrika worden die wedstrijden in een wat minder tempo afgewerkt, weet je. Dus... ja, die ziet dat op een gegeven moment wel... Het was toen die Congolese club die de finale haalde. Hè? Die met die keeper die als ze scoorde, dat hij dan de hele 16 doorging op zijn kont zo. Oh, die? Ja, zeker. Legendarisch. Ja, man. Liefhebber van het Afrikaanse voetbal? Wanneer het uitgezonden wordt? Ja, gewoon Eurosport Afrika Cup. Daar gaat hij wel weer aan,
Ja, want we hebben het even over Egypte gehad. In mijn jeugd had ik het idee dat die gewoon iedere keer de Afrika Cup waren. Dat was ook in de jaren nul. Maar dit is niet dat een tijdje meer, hè? Laatste een keer iets 2002 en 2004 hebben zij drie keer achter elkaar de Afrika Cup gewonnen. Dat klopt. Met alleen maar jongens uit eigen competitie zo'n beetje. Ja. Mido dan ook. Ahmed Hossam, denk ik. En Ahmed Hossam. We krijgen ook een vraagje wat de voertaal is in de Marokkaanse selectie. Omdat de Marokkaanse Nederlanders die spreken veelal Berbers, maar in Marokko spreken ze Frans. Is de voertaal dan Arabisch? Hoe zit dat? Ja, ik denk zelf. Ik ben daar natuurlijk niet bij, weet je. Ik zit niet in het spelershotel, dus ik kan alleen maar gissen van afstand. En dan, ik denk wel dat Frans vooral Frans de voertaal is. En kijk, als de jongens met z'n drieën ergens aan de tafel zitten en ze spreken toevallig Arabisch, weet je. Dat, maar ik denk dat de algemene voertaal binnen de selectie wel Frans is. En ik denk dat het ook te maken heeft met de bondscoach, hè? Want dat is een Fransman. Dus die moet wel. Hij moet dingen goed kunnen uitleggen. Hè? En dat doet hij het best in zijn eigen taal. In Marokko, veel Marokkanen spreken ook gewoon Frans. Nederlands-Marokkanen ook? Nederlands-Marokkanen. Basis wel. Als je naar school bent geweest in Nederland, dan spreek je toch wel een woordje Frans, denk ik. Ik heb het meteen laten vallen. Ik had niet echt stemgeluid van. Een petit peu. Ja, ik ook niet, hoor. Dus, Ik heb het vrij recent nog Sinterklaas. Dankjewel, jongens. Ik heb het vrij snel laten vallen ook, maar goed. Een belangrijke man bij Feyenoord is El Amadi. Ja. Denk je dat zij hem heel erg gaan missen? Ja, zeker weten. Ja, dat denk ik wel. Want ik bedoel, als je naar de selectie van Feyenoord kijkt, wie zijn er in staat om El Amadi te vervangen? Ja, ik zie ze niet. Toch? Nee, ik ben het volledig mee eens. Ik heb het laatst ook toevallig op Twitter met Filip over gehad. Van hoe zou je het oplossen? Ik denk dat je beter kan gaan met deze selectie. Want Toornstra is iemand die doet wat je van hem vraagt. Yes. Het is zonde met hoe belangrijk hij is. Maar ik denk dat je op hem het meest kan bouwen in die rol, denk ik. Want veel zeggen Tapia natuurlijk. Maar ja, Tapia heeft zoveel vaak teleurstellend gepresteerd. Dat ik denk, je moet het daar niet op gokken. Een compleet andere speler. Maar die is een routinier. En in de vorm van zijn leven, hè? Ja, dat ook. Beter dan ooit tevoren. Misschien wel het beste ja. seizoen van zijn leven aan het spelen. Het is best grappig, weet je, dat iemand dan op de leeftijd van El Amadi die toch nog weer in de vorm van zijn leven komt, weet je wel. En dan, ondanks dat het misschien niet de beste periode was, maar ja, het enige verschil wat ik weet, hij is weggegaan naar Aston Villa, hij kwam terug en hij speelde zo. Ja. Dus dat is toch dat jaartje Premier League. Hij zegt dat zelf ook over dat jaartje. Hè? Dat hij daar veel sterker is. Dat hij niet eens de beste trainer is. Maar daar hebben we ook nog andere voorbeelden van. Hoor. Jullie volgen waarschijnlijk de Bulgaarse competitie niet echt. Maar, dat Ludogorets, dat gaat wel makkelijk. Dat is een harde vloegie. Nee, maar dan heb je Jeremy de Nooyer bijvoorbeeld. Mm. Dat is ook als zoon van Dennis. Technisch heel goed. Ja, inderdaad, zoon van Dennis de Nooyer. Dat is technisch altijd heel goed onderleg geweest. Fysiek. Iets minder, maar die is nu naar Bulgarije gegaan. Speelt nu voor het tweede seizoen in Bulgarije. En als je ziet hoe de jongen er nu uitziet, dat is. Ik weet niet, het is per definitie, dat is heel gek. Het lijkt wel of er gewoon in Nederland of het uitgesloten is dat je sportschool in moet. Of in ieder geval, daar mag de focus niet op liggen. Als je kijkt, Armenteros. Zijn de oude Heracles Armenteros, die pas drie keer in de huidige Armenteros. Ja. Elke speler vanuit Nederland die naar het buitenland gaat en terugkomt. Die is gewoon een paar centimeter. Waar ik het meest bij heb gezien was Ricky van Wolfswinkel. Die stond bij Utrecht toch altijd bekend als een spits. Ja. Die makkelijk van de bal werd gezet en zo. Toen ging hij in begin juni ging die naar Sporting Lissabon. In augustus stond er een kerel op het veld. Daar liep je voor om, weet je wel. En dat maakt er niet uit of je avontuurtje succesvol is niet. Maar je komt in ieder geval goed. Je komt in ieder geval fit terug. Ja. Kom je terug. Tighadouini. Opmerkelijk. Ja, zo. Die is ook wel verdubbeld. Toen wij die podcast opnamen met Peter Iballa hadden, die zei daar iets heel interessants over. Dat is natuurlijk maar één uitspraak, maar die past wel in dit beeld. Die zei van, toen ik bij Red Bull werkte, toen ging gewoon, dat hoefde je niet eens te vragen. Al die gasten gingen gewoon van tevoren en na afloop uurtje op de loopbaan staan. Goed, het is even geen krachttraining, maar dat geeft wel aan de mindset. Ja, iedere speler, gewoon van de allerbeste tot en met de jeugdspeler die een keer mee mocht trainen. Voor de training uurtje op de loopbaan, na de training uurtje op de loopbaan. Gewoon standaard. Ja. Die mindset van werken, ik heb het idee dat die niet overal in Nederland is, zeg maar. Nee, zeker niet. Ik denk dat het belangrijkste is de balans, want ik ben altijd tegen bizar getrainde voetballers. Ja, absoluut. Dat is niet ideaal. Ja. Op een gegeven moment dat Sneijder zich aan het hervinden was, ging heel veel met zaken trainen. Ja. Zei iedereen van, het is wel genoeg, je moet ook nog je benen kunnen bewegen. Ja, maar dat is inderdaad het gevaar, want dat weet ik zelf, een speler als Robin Ruiter heeft daar heel veel ik wil niet zeggen probleem mee gehad, maar dat is natuurlijk een hele lange speler. Niet heel imposant, maar het heeft ook
op een gegeven moment gaat het ook invloed hebben op je stijl van spelen. Bij een keeper en zeker bij een veldspeler. Ja. Dat, inderdaad, je wordt ook wel een stukje minder wendbaar op het moment dat je uit de kluiten gewassen wordt. Hier moet je dus gewoon geld investeren in experts die dit in de gaten kunnen houden. Zo simpel is het. Ik bedoel, je hebt voor een voetbalwereld een belachelijk klein bedrag. Heb je iemand die dit uitstekend kan onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Wat voor iedereen ideaal is. Ik bedoel, er zijn zat bewegingswetenschappers goede in Nederland die een baan in het voetbal zouden hebben. Waar dat snijpunt is waar ze op moeten zitten, zeg maar. Ja, precies. Het is heel toevallig dat gewoon, als je kijkt wat een achterstand sommige clubs hebben. En natuurlijk, het is een gehaald concern, Red Bull. Maar Simon Tsjonge die vertelde van de week, toen hij volgens mij, wat is dat, praten we over 2003, 2004, dat hij bij Red Bull zat? Joh, dat is een jaar of 5, 6 geleden, joh. 5, 6 jaar? Ja. Zo oud is Simon ook nog niet. Het is helemaal grijs. Ja. Maar in ieder geval toen al, voor elke training, knip je in het oor van vandaag ga je rusten. Vandaag moet je extra... sinds 2005 ook, maar niet Leipzig. Hij staat bij Salzburg. Ja, die bestaan ook. Weet ik veel. Ik doe helemaal niks met buitenland. Oostenrijk-Salzburg, nee, precies. Oostenrijk slaan we wel eens over. Ik red je wel, jongen. Maar die deden dat toen al, zeg maar, ja, nee, met van tevoren inschatten hoeveel inspanning een speler mocht leveren die training. Maar het begint langzamerhand ook onwil te worden bij Nederlandse clubs. Bedoel, je ziet in zoveel landen om je heen dat het gewoon fantastisch werkt als je dit wel doet. Waarom doe je het dan niet? Omdat je één keer een negatief verhaal hebt gehoord van een speler waarbij het misging? Ik vind dat, ik blijf dat heel raar vinden. Met het geld dat Ajax heeft. Want Ajax is eigenlijk de enige club die genoeg geld heeft om dit meteen goed aan te pakken. Dat je het stelselmatig weigert en dat je juist iedere vooruitgang tegengaat omdat het dan niet meer je club is. Dat doet me gewoon echt pijn als ik daar op de tribune zit of thuis zit te kijken. Dat vind ik zonde. Je kunt in één keer een inhaalslag maken waarbij de komende 15 jaar word je niet meer ingehaald. Ja. Maar dat weigeren ze gewoon. Ze waren daar natuurlijk met die Cruijff-revolutie volgens mij best aardig mee bezig. Want de jongens die daarvan doorkwamen, zeg maar, die eerste die daar de vruchten van plukten. Ja. Dat waren andere jeugdspelertjes dan die je vaak ziet doorkomen. Zeg maar. Riedewald, Teten, dat waren best wel... Maar ook Van de Beek is ook, dat is ook een vent. Ja, sterke jongens. En Nouri is voor zo'n kleine jongen ook best wel sterk in ieder geval. Sterk inderdaad, ja. Ja, het punt waar het daarom steeds Michiel de Hoog schreef gisteren een artikel over drie Duitse clubs. Die amper ex-spelers in dienst hebben. Freiburg, Mainz en Leipzig, dacht ik. Ja. En de een had er 50, van de 85 3 en die andere van de 60 2 en die andere had er 1 zelfs. Maar. Ik snap ook niet de noodzaak om maar per se ex-profs binnen je jeugdopleiding te hebben. Alles valt in staat met balans natuurlijk. Ja. Want natuurlijk, je hebt ook ex-profs nodig die de jongens voorbereiden op de mentale druk. En als je bij sommige clubs gaat kijken in de jeugdopleiding en je pakt het lijstje trainers erbij die daar rondlopen, dan het stikt van de ex-prof voetballers. Maar als je de achtergronden van die jongens gaat kijken, van na hun carrière... Ja, dat valt eigenlijk bar tegen. Bedoel je nou bijvoorbeeld Theo Lucius, zo'n jongen? Bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat is een geval dat het gewoon niet alleen niks oplevert, maar ook jongens kan schaden. Ja, ik zou zeggen dat dit grenst naar kindermishandeling, maar dat... Die uitspraak durf ik niet te doen. Ik vind wel, zo iemand past niet binnen een professionele werkomgeving. En maar zo zijn er meer voetballers, hè? Zo zijn er meer voetballers erbij. Het is opmerkelijk, maar het houdt elkaar natuurlijk ook in stand in enige zin. Tuurlijk. Alleen, het is natuurlijk een gekke gedachte om te zeggen van... je hebt gevoetbald, dus je gaat nu maar kinderen trainen. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Al denk ik wel dat het inderdaad, als je aan cherrypicking doet... en iemand moet ook gewoon een traject afleggen om te bewijzen dat dit veel... en blijkbaar vindt hij het zelf ook nog leuk... dat jij in BA-categorie... Dat doet ook wat met een jongen. Als Marco van Basten tegenover jou staat, in die fase, dan kan je veel meer praten. Maar ook jongens van 15 prikken er meteen doorheen als ze zien dat Van Basten er geen reet verstand van heeft. Ja. Dat hij het zelf gewoon heel goed kan. Ik denk dat jij als leraar dat... Tuurlijk. Die hebben meteen in de gaten of je iets kan of niet. Ja. En als jij niks kan overbrengen, ja, leuk dat je zo goed kan voetballen. Maar ja, eigenlijk is het helemaal niet relevant of iemand een profachtergrond heeft. Nee. Kijk, dat is een mooi meegenomen, maar vaak wel dat daarop gestuurd wordt, hè? Als je niet... Het is altijd lekker om het wel te zijn als niet. Alleen, het moet geen leidende factor zijn. Dit is een breed, ja. Komt een leuke vraag binnen van Bart Vrouws. Dankjewel, Bart. Voor Bakkers en Ricardo Walinski. PSV en Ajax mogen in de winst op 1 versterking halen uit de Eredivisie. Wie en waarom? Wij mogen weer geen antwoord geven. Doen we toch, dus... Maar laten we eerst. Nou, ik zal voor PSV praten, denk ik. Ik zou rechtercentrale verdediger Jerry Sint-Just halen. Want PSV heeft in mijn optiek geen goede rechtercentrale verdediger. En ik denk dat Jerry Sint-Just echt een fantastisch talent is met grote doorverkoopwaarde. Maar je geeft de complimenten aan Cocu, omdat het als enige zeg maar defensief goed staat. En dan ga je niks aan veranderen?
Dat het wat creatiever, wat ga je geen doen? Nee, ik denk dat je creativiteit anders kan invullen met de spelers die je nu hebt. Ik denk dat er echt genoeg aanvallende spelers zijn die dat kunnen doen. Plus Locadia wordt ook wel echt een keer fit weer. Guardado en Hendricks komen er weer aan. Dus ik denk dat je op je middenveld en voorin echt wel op zich genoeg bezetting hebt. En dat de kwestie van tijd wel is voordat Isimat of Schwab echt gewoon door de ondergrens zakt. Oh, je hebt even tijd om na te denken. Ja, ik zat even na te denken. Want ik was even heel hard op zoek naar een linksback of een linker centrale verdediger die ons kan versterken. En buiten Moreno zie ik die niet. Dus daar moeten we hem misschien van afzien. En dan zou ik zeggen, waar is dan de noodzaak? Dat is op de buitenpositie. En dan loopt er bij dezelfde club als we Paul het net over had een leuke Scandinavië rond die we kunnen gebruiken. Ja, van Basson? Ik zou Larsson wel willen hebben. Ja. Dat zou je inderdaad ook merken. En geweest, ja. Twijfel je dan niet over Zanelli misschien? En zo ja, waarom niet? Of zo nee, waarom niet? Is ook, alleen ik denk dat Zanelli nog niet op het level is. Nee, maar die gaat daar zeker komen, absoluut. Met Larsson heb je wat meer garantie dat hij er direct staat, denk ik. En dat heb je nodig nu, want talent heb je genoeg. Nee, maar dat vind ik überhaupt bij wintertransfers inderdaad. Ja. Ik ben er al geen voorstander van, maar dan moeten ze er gelijk staan. Ja. En dat denk ik met de Zanelli nog niet. Ik zou, als ik Ajax was, altijd voor Haps gaan. En dan niet zozeer voor per se in de winter of directe versterking. Maar uiteindelijk is dat toch de zwakke plek bij Ajax op dit moment. En daar ga je gewoon heel veel geld aan verdienen. Ja. En die staat er ook gelijk. Waar gaan we Sinkgraven dan weer neerzetten? Ja, dat interesseert me niet, maar niet meer op linksback. Ja. Die kun je dan gewoon verkopen. Almere City. Mag iemand kopen uit de Jupiler League? Kopen doen we sowieso niet aan. Maar als ik nu een carte blanche zou krijgen en ze zeggen, ja, mag er zo één uitkiezen, dan ga ik blind voor Vito van Krooi. Dikke van Lars. Ja. Die vertelt er niet graag over. Ik wou hier niks over vertellen, maar van VVV. Ik ken hem louter van naam. En jij, Jordi, bij Ajax? Ja. Ik denk dan toch wel ook voor een buitenspeler. En ik heel saai. Ik ga er nog even over nadenken. Maar ik zet voorlopig even ook een streepje achter Sam Larsson. En dan mag jij Larsson hebben. Dan ga ik nog wel even iemand anders inbrengen. Want we moeten ook wel een keeper hebben. En dan zou ik Benjamin Verleer wel eens bij een topclub willen zien. Ja, die zou ik ook bij Ajax willen zien. Ga je nou de achterbuurman zitten plezieren? Ik heb een deeltje gesloten, dat ik hier naartoe kan. Nee, maar ik vind... Ja, ik weet dat ik jou nu ga kwetsen, maar Onana, dat kan niet bij een topclub. Dat kan echt niet. Maar dan moet je me vertellen waarom niet. Als hij een waardeloze positionering heeft en dat nu een paar maanden goed gaat, wil niet zeggen dat het de komende tijd ook goed blijft gaan. Ik kan drie momenten noemen waar hij zich alleen maar redt door zijn atletisch vermogen wat een keer fout gaat. Die vrije trap tegen Groningen, die gaat dan net op de paal van Nief, staat hij volledig verkeerd. Tegen Standaard Luik komt een keer een afstandsschot. Hij staat volledig verkeerd, maar hij is atletisch supergoed. Dus hij kan zich op het laatste moment corrigeren. En de derde, oké, misschien was dat bluff. Ik kan twee momenten uit mijn hoofd opnoemen. Ja, nee, maar ik laat je gewoon lekker uitruisen. Er zijn ongetwijfeld veel meer. Gewoon altijd vijf roepen en hopen dat ze je halverwege afkappen, Paul. Nee, maar is het niet ook zo dat op het moment dat ik ben niet zo snel, maar ik kan wel redelijk schieten, dat ik dan eerder schiet. Zeg, ja, hij scoort wel veel, maar als hij dan niet van afstand zou schieten, dan scoort hij ineens een stuk minder. Ja, maar ja, dat doe ik, omdat ik compenseer voor het ander. Het zou kunnen, maar ik ga wel een beetje mee met Ricardo dat het tot nu toe meer geluk is dat het zo is uitgelopen dan... Waarbij ik wel moet zeggen dat hij mij... Nou, wat je nu eigenlijk zegt is een beetje wat je ook wel eens hoort over verdedigers die heel vaak opvallen de goede tackles, maar dat komt er dat ze altijd verkeerd staan. Jeffrey Bruma vorig jaar, die werd gelauwerd omdat hij zoveel goede ingrepen had. Ja, maar daar ging zijn eigen fout dan vooraf. Ja. Zelfs daarnaast, oké, stel Onana gaat het redden als eerste keeper, dan heb je wel een fatsoenlijke tweede keeper nodig. Die heb je op dit moment ook niet, want eentje is geblesseerd en... En Newcastle staat... Ik weet niet of hij ooit nog fit wordt. En Newcastle, als hij fit wordt, dan gaat hij zo weer terug. Gaat Krul terug als hij... Oh, einde van het seizoen bedoel je. Ja, okay. Ik vind soms zit er bij Ajax zo'n deal tussen dat ze zichzelf zo klein maken. Want dat vind ik van die hele deal met Newcastle. Zeg je, ja, als we niet promoveren, mogen we hem houden. Als we promoveren, moeten we hem terug hebben. Ja. Zo staan ze nu eerste. En ik zie geen aanleiding. Maar misschien kunnen we Jasper terughalen als hij derde keeper wordt bij Barcelona. Jasper, die zou bijslapen van al die... Zie je in Nederland een... Zien jullie in Nederland een keeper die bijvoorbeeld volgend jaar naar Ajax of naar PSV zou kunnen? Stel je voor, Zoet gaat ook weg. Als eerste keeper in Nederland. Ik zie ze ook niet aan. Even denken, daar kom ik zo op terug. Nee, het wordt lastig. Wie zou je dan bij Utrecht willen zien, Jean-Paul? Eén speler in de winterstop. Al een speler bij Utrecht in de winterstop. Laat ik vooropstellen dat ik best tevreden ben over hoe het op dit moment staat bij Utrecht. Ik zou niet 1, 2, 3
iets weten, man. De zwakste positie bij jullie? De zwakste positie is met afstand de linksbackpositie. Die moet je verbeteren. Ja, kan je Haps nemen. Dat is wel lekker gaan kopen. Maar dat is natuurlijk voor Utrecht. Dat is natuurlijk ook niet. Ja. Kijk, Utrecht heeft... Voetballen bij Utrecht, denk ik. Denk je niet? Dijks? Leuk type. Blijft gaan. Ik weet niet of dat... Bij Utrecht zijn de backs heel belangrijk in balbezitten. Ik weet niet of... heb ik niks gezegd. Nee, ja, maar wat bij Utrecht natuurlijk gaande is dat ze dramatisch gestart zijn. Of eigenlijk heel goed het seizoen zijn gestart. 3 kwartier tegen PSV. Daarna het helemaal kwijt zijn geraakt door die transfer van Ramselaar. En toen kwam Nasser Barazi terug. En dan heb je gewoon met Ayoub en Barazi heb je voor Utrecht begrippen zo'n enorme luxe aan voetbal op je middenveld. En van de week was het niet zo denderend, maar slepen ze hem er toch weer knap uit op het laatst. Met een slimmigheidje van Sivkovic. Ayoub. Wil je die hebben bij Marokko, maar voor de breedte, of heb je die echt nodig bij Marokko? Ja, nodig hebben we hem niet, maar voor de breedte zou het wel fijn zijn als die jongen van Marokko zou kiezen. Ja, zeker. Ja, zeker. Gaat hij hoger op dan Utrecht? Nou, dat was dus mijn eerste, toen die vraag net binnenkwam, was dat het eerste, de eerste speler aan wie ik dacht. Alleen PSV en Ajax hebben hem niet direct nodig. Nee, klopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij het niveau aan kan. Ja, toch? Okay. Zeker. Ja, ik ben ook gecharmeerd van hem, hoor. Zeker. Ja, ik ben zo tegenstander, want kijk, eigenlijk moet Feyenoord om shit voor te zijn. Maar El Amadi is zeg maar te jong. En dan hem alvast halen en af en toe eraan laten proeven. Dat is een te lang project voor een te goede voetballer als Ayoub. Dus dat eigenlijk kunnen ze hem alle drie niet kopen terwijl ze zouden willen. Ja. Dat vind ik erg jammer bij hem. Wat dan moet je naar het buitenland. Ja. Dat is, dan moet je vanaf Utrecht naar het buitenland. Dat is een grote stap. Maar het kan als je een juiste club weet te vinden. Wat zou het ideale land zijn voor hem? Misschien wat. Ik denk qua begeleiding en uit de luwte dat de Bundesliga misschien een goede club is. Ja, maar ook qua voetbal met name. Houdt wel erg veel van lopen met de bal, hè? Ja. Zou je niet naar Frankrijk? In ieder geval geen Engeland bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk helemaal niks voor hem, denk ik. Nee, het lijkt me ook geen... Ja. Het is zo gek. Dit is Frankrijk, zoals bijvoorbeeld de prachtige transfer van Tanane natuurlijk. Mm-hmm. Maar als jij niet af en toe hier roept dat Tanane weer een doelpunt heeft gemaakt. Er is geen hond die het weet. Hoe is het met Cabral? Die zit toch ook in Frankrijk? Die zit op Bastia. Maar Tanane is echt een jongen die daar wel... Die zich gewoon het niveau eigen heeft gemaakt. Heeft daar niet zo heel veel lang voor nodig gehad, maar heeft er ook de tijd voor gehad. Uiteindelijk kies je voor jezelf, maar ik denk toch ook dat je jong en ambitieus bent, dat je ook wel gewoon een beetje geadoreerd wil worden. En je komt uit Nederland, geboren getogen. Het is toch leuk als mensen zeggen van Ayoub hebben we lekker gespeeld. Ja, dit is... ja maar er is in Nederland geen aandacht voor Frankrijk buiten Paris Saint-Germain. En Nice dan nu een beetje. Ja. En B, dat is toch gewoon, op het moment dat zo'n jongen dan voor Marokko kiest, lijkt het alsof ze dan in Nederland zoiets hebben van, oké, het is geen Nederland, hij telt niet meer mee, weet je wel. Nee, maar zo werkt het. Want dan zien mensen... Als hij zijn wereldkampioen maakt, dan is hij weer gewoon een Nederlander. Dan is hij een Nederlander, ja, absoluut. Het schijnt in de honkbal nog veel erger. Ja. Mensen die geloof ik een hele week, 3 weken in Nederland zijn geweest, maar toevallig voor Nederland spelen. Nee, maar Tanane, kijk, in Nederland is de media er ook best wel een beetje op ingesteld van, nou jongens, het buitenland kijken van, is het wat voor Oranje? Ja, nou, Tanane, die kaart is al gespeeld. Ja. En die kan de beste speler van Frankrijk worden, maar we hebben er geen donder meer aan. Nee. Ja, Bilal wel. Ja. Daarnaast is het Nederland zelf al de laatste jaren ook een soort van Bermuda-driehoek voor vleugelspelers, want alles wat ooit talentvol was en echt grote hoop op Europese top had, dat is neergezogen in een vreselijk gat van ellende. Ja. Noem ze echt allemaal maar op, hoor. Wat zou Memphis moeten gaan doen in de winter voor jullie? Dat is een belangrijke ik denk dat het voor hem beter zou zijn als hij, al is het op huurbasis een halfjaartje, even een andere omgeving voor die jongen, weet je. Even ergens anders, even buiten Manchester, weet je. Zeker nu Mourinho ook gezegd heeft. Precies, weet je. Ik denk hij is stokvaartjes buiten Engeland zelfs. Ja. Maar ja, kan hij dat opbrengen, weet je. Ik ken hem, weet je, ik zie hem alleen voetbal op tv, weet je. Jij, ik weet niet of jij bij training komt of wat dan ook. Nee, je hebt daar ook niet echt een kijk op. Maar kan die, zou dat bij Memphis passen, weet je, om dan voortijdig te zeggen, jongens, weet je, ik ga even een stapje, zijstapje maken. Dat lijkt me een hele moeilijke. Je moet natuurlijk voor je imago moet je wel een stapje terug doen. En dat vereist meer dan bijvoorbeeld hard trainen. Ja, niks. Heb je te verliezen? Wat is je imago op dit moment dat je op de tribune bank zit? Kijk, ik bedoel, hij kan toch zeggen, ja, spelen van Manchester United. Ik bedoel, hij stapt toch elke keer weer in die auto in de training. Die ben je feitelijk op de huurbasis nog steeds. Contractueel gezien. Ja, jawel. Alleen je bent wel actief op een wat lager niveau natuurlijk. Weet je. En dat is denk ik, weet je, bij heel veel spelers dat het heel moeilijk te accepteren is voor ze. Weet je. Ja. Dat,
Ja, ja, dat denk ik ook wel. Lijkt me onvoorstelbaar, want het is aan alle kanten, zeg maar, ja, zou het duidelijk moeten zijn. Ja, maar het is toch best wel voorstelbaar, want zij komen nooit in aanraking met mensen zoals wij, die zeggen, ja, doe dat nou maar, dat is beter voor je. Ja, 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 iedereen zegt, je bent goed. Volgens mij de laatste push, zeg maar, dat hij zijn potentie bereikte bij PSV, kwam door vrij intense en goede begeleiding. Ja, hij was heel veel bezig met de mental coach. Of mental coach, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar die heet Joost Leenders volgens mij. En die begeleidt wel meerdere van die jongere PSV'ers. Ja, precies. Maar dat kwam dus vanuit de club. En als je dan... Nee. Hij is niet... Joost Leenders werkt niet voor PSV volgens mij. Okay. Dat is gewoon een individueel iemand. Maar die is Eindhoven based, als ik me niet vergis. Dus dit is wel... En PSV heeft goede ervaringen met hem... Maar hij werkt niet voor PSV. Maar is hij wel door PSV daar naartoe gestuurd? Of heeft hij zelf die stap gemaakt? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is interessant, weet je. Want kijk, als hij door PSV gestuurd is, dan ziet PSV kennelijk iets wat bijgestuurd moet worden. Doet hij het zelf? Maar dan zit er ook intrinsieke motivatie in. Ja, precies. Maar dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel van een interview dat hij met Sjoerd Massou had een half jaar geleden of zo. Dat hij echt een privéchef heeft die gezonde voeding voor hem kookt en zo. Dus hij traint er wel voor. Hij werkt er wel voor. Dus niet het beeld dat vaak geschetst wordt van... Ik heb toen ook online de foto's van de woning van hem gezien natuurlijk. Er staat ook gewoon een grote boksring in het midden, weet je, van zijn woonkamer. Ja, dus die jongen die doet wel wat voor zichzelf, weet je. Maar kijk... Het zit hem niet in het sporten en in het gezonde eten. Het zit hem juist in die individuele begeleiding. Ja. Mentale begeleiding. En ik denk als je dus zeg maar een soort van je miljoenentransfer ook te danken hebt aan die persoon die je daarbij geholpen hebt. Ik denk het eerste wat ik zou doen als ik heel veel geld is zeggen dat jij gaat lekker met me mee. Of in ieder geval je komt drie weken. Ja, tuurlijk. Precies. Dat is zeg maar wat ik had gedaan. Al weet ik niet of dat zo is, maar volgens mij niet hoor. Ik weet van de zomer nog wel een club voor hem. Nice. Ja. Die gaan natuurlijk dit jaar na het succes wat het toch weer lijkt te worden, gaan ze jongens kwijtraken. Zeker. Nou, laat dan Memphis het volgende projectje worden na Ben Arfa, Belanda en Balotelli. Ja, maar dan is het dan niet van belang, als stel dat Favre een stapje maakt, dat je probeert bij Favre terecht te komen, niet zozeer bij Nice. Die laat het nu wel zien met echt hele moeilijke jongen. Ik denk, Balotelli is het moeilijkste voorbeeld wat je kan hebben. Ja, oké. Maar Ben Arfa was ook niet makkelijk. Dat was onder Puel, was ook bij Nice. Dus ik denk dat de club er iets te kort mee doet door te zeggen het is alleen maar Favre. Okay. Ik denk juist dat Favre meer de man is die gewoon het tactisch fantastisch heeft neergezet. Hij heeft journalistiek talent van het jaar, Pieter Zwart. Mag niet onvermeld blijven. Laatste gigantische uitleg over geschreven. Het internet. Roze olifant. Nee, oké. Dus wel bij de club echt. De begeleiding zit bij de club en de trainer is voor het tactisch aspect. Ja, maar ook dat wordt wel interessant, omdat er nu in Frankrijk ook anders naar Nice gekeken gaat worden. Ja. Kijk, Ben Arfa ging daarheen om in de Luton te spelen. Balotelli ging heen om in de Luton te spelen. Maar ze staan nog steeds lachend bovenaan in december. Dat moet ook gewoon mee in het lijstje, want het is ook gewoon een fantastisch voetbal. Belhanda doet het eigenlijk nog beter dan Balotelli, echt. Feitelijk wel, inderdaad, ja. Ja, maar het vergt natuurlijk enorme mentale kracht om dat van jezelf te vragen. Ik denk als Balotelli, zoals een Depay, hè? Ja, maar het is een keimakkelijke stap nu voor hem om naar Everton te gaan, waar Koeman zit, die hem kent. Maar dat is echt geen verstandige stap, lijkt me. Want dan zit verschil is te klein. Club. En als je daar drie wedstrijden slecht speelt, zit je er ook gewoon naast voor iemand anders. Ja, als je gewoon ook kijkt naar zijn rechtstreeks concurrenten, want ik zou dat ook in acht nemen. Het moet wel echt zijn van, hij komt binnen. Ja. Je moet naar een club waar ze eigenlijk maar... De Crystal Palace van deze wereld, daar moet je het zoeken. Ja, je moet zorgen... Uit Engeland, wat Jordi net al zei. Ja, daar zou ik voorkeur hebben om zeg maar van het stempel af te komen, in ieder geval voor een half jaar lang van, weet je, de pers en lekker feestje, ja, ik ken dat lekker wijf, ik ken dat lekker wijf. Gewoon dat ze dat even kwijt zijn, lokaal, zodat je wat lekkerder terugkomt. Uiteindelijk als je hetzelfde doet in een andere stad, dan zal het niet veel veranderen, maar ik weet niet. Nou, het verschil moet wel enigszins, of ik wil niet zeggen aanzienlijk, hij hoeft niet naar Vitesse of zo, maar je moet wel gewoon echt even een stap terug doen en daar weer het vertrouwen herwinnen. En dan weer terug naar het niveau wat je een soort ambieert, van gewend bent. Het ambieert, ja. Nu we toch de volgende stappen hebben. Dan gooi ik het toch weer even over de Afrikaanse boeg Frank Casey. Wat zou voor hem de volgende ideale stap zijn, denken jullie? Ik lees ook steeds Everton. Jammer. Ik twijfel daar wel aan, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat hij gaat waarschijnlijk naar een Italiaanse club, toch? Ik denk dat Juventus koopt volgens mij alles op. Ja, hij is bij Atalanta. Ja, dat wordt Juventus, denk ik, als hij zich zo blijft doorontwikkelen. Ik denk niet dat hij een andere keuze heeft. Ik denk dat hij gewoon... Juventus ruimte voor Die maken wel ruimte, toch?
Nou, op dit moment is die ruimte er nog niet, maar ook daar gaan mensen een keer wegvallen. Ja, precies. En zo'n Hernan is dat even ook kan al hij ook aan de buitenkant leven? Spelen? Want dat is natuurlijk wel waar Juventus wel een beetje mee struggelt. Dat die flanken, zeg maar, die backs of rechtshalf. Dan moet je Frank Kees niet halen als, nee, maar als je in de buitenspelers. Hij is de Atalanta adept van FC Buitenland. Daar weet ik echt veel te weinig van. Ik adopteer andere ploegen. Ik vind het altijd heel lastig. Van wat is nou een juiste club of een juiste competitie? Die jongen die is zo allround en zit zoveel energie en power in. En dat vertekent wel eens, want hij is 19 volgens mij. Dat ik zou echt geen enkele moeite hebben, waar dan ook, zolang maar een beetje de speelstijl van Atalanta wordt gehanteerd in zijn rol, zeg maar. Dat hij zijn rol kan bedienen, dat hij niet iets heel anders moet gaan doen. Dan maakt het niveau geloof. Ik denk dat hij vrij neutraal is, dat als de mensen om hem heen beter worden, dat hij daar gewoon zo in meegaat. Okay. Want het is echt gewoon, ja, bijna onmenselijk hoe fit en sterk deze gozer is. Ja, jongen. Dus ja. Het enige wat ik zeg, ik zie ik Everton voorbij komen. Ik weet ik niet. Krijg nog een vraag uit de chat. Ik ga met kerst naar Watford Palace. Zal ik een shirtje kopen van Watford? En zo ja, met wie achterop? Nou, Gomez. Janmaat? Wie zeg je? Gomez natuurlijk. Gomez, ach, schrei eens uit. En nu serieus antwoord? Ja, Troy Deeney natuurlijk. Enorme held. Ja, cultwaarde Deeney. Zou ik ook een shirt van Watford kopen, als ik heel eerlijk ben? Komen een leuke sjaal of zo. Of Elton John, gewoon even. Ja, Elton John, dat is een mooie, ja. Dat is wel inderdaad. Dit is wel echt de voetbalhipster award, maar ik ben het helemaal met je eens. Echt. Gewoon Amrabat, man, vriend van de show. In ieder geval wel super tof. Zijn jullie ook jongens die op Boxing Day de hele dag voor de tv zitten? Of, kom het maar. Familieverplichtingen? Ja, schoon familieverplichting. Ah, dat is nog erger, hè? Hij zit te kijken. Nee, is heel leuk. Nee. Is Boxing Day tweede kerstdag? Ja. Ja, ik denk dat ik wel ga kijken, ja. Ja. Ja, het is voor mij geen twijfel. Ik sta op en dan gaan alle wedstrijden op papiertje worden aantekening gemaakt. Gaan we gokken. Ja. En dan gaan we die wedstrijden kijken. Staan alleen 's middags op. En je programma al, Jordi. Weet je al wat er speelt? Oh nee, totaal. Nee, maar dat kunnen we er natuurlijk wel zelfs even bijpakken. Ik zag laatst bij Amik, geloof ik, dat er op één dag na, hebben ze het zo verspreid tegenwoordig, tussen kerst en oud en nieuw. Oh, fantastisch. Klopp is er laatst woedend om geworden. Ja. Want die spelen dus in de kerstperiode, spelen ze binnen 48 uur twee wedstrijden. Of tenminste, ze spelen thuis tegen Manchester City. Ja. En dan op zaterdag spelen ze dat. En op maandag spelen ze dan uit bij Sunderland. Ja, dat is natuurlijk wel vrij naar. Met dat gezeur van die buitenlandse trainers. Want ze hebben gelijk. Ik bedoel, puur van voetbaltechnologie. Gaat er dan niet naartoe? We gaan er niet naartoe. Je weet dat dit zo is. Je weet dat het niet aangepast gaat worden, want dit is hetgeen dat Engeland nog echt onderscheidt van andere landen in die categorie. Dan ga je erover zeuren. Ja, ik vind dat het blijft het raar. Ik mis wel een krakertje op 26 december, want het is Watford Palace, Arsenal West Brom, Burnley Middlesbrough, Chelsea Bournemouth, Leicester Everton, dat kan dan nog leuk worden. Ja. United Sunderland, Swansea West Ham United en Hull City Manchester City. Arsenal West Brom is wel een clash van stijlen natuurlijk. Hè? Ja, Pulis Tony Pulis tegen Arsene Wenger, ja. Schitterend. Ja, maar verder zijn er geen wedstrijden die er echt mensen kijken sowieso wel. Dus ja, Engelse competitie. Ja. Op oudjaarsavond, 6:30, Liverpool, Manchester City. Ja, dat is wel een hele toffe. Dat is wel goed. Dat is wel lekker. Ja. Hoe laat is die? 6:30. Dus je moet even wachten met de oliebol, Paul. Dat is wel een mooie. Dat afgelopen maandag of Pep zich moet gaan aanpassen. Nee. Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat hebben. Aanpassen op welk vlak? Aanpassen op welk vlak? Hij hanteert zeg maar zijn levensdoel, zijn levensmotto. Ja, okay. Dat past hij nu toe bij City, maar oké, het is niet natuurlijk het grote deel niet door hem samengestelde selectie. Als je op dat niveau zit, moet je nooit je visie aanpassen. Tuurlijk nooit. Zo'n club haalt je juist vanwege je inderdaad visie, toch? Ik zou wel waarom altijd zou je visie aanpassen? Blijven ontwikkelen, dus in die zin wel aanpassen. Ja, okay, maar niet aan de hand van actualiteit dingen, nee, echt non-conformistisch echt meer, doorrammen. Dat is meer stappen maken in je visie, weet je? Dus je visie verder ontwikkelen. Weet je? Kijk, gaat wel voor het eerst heel moeilijk. Het gaat, ja. Ja, maar ja. Ja, maar ja, ik bedoel. En dan kunnen we zeggen van, oké, hij heeft een aantal, kijk, nu laatst. Zet die Sabaleta twee keer neer in de laamrol. Dat is niet de verstandige keuze. Maar kan je zeggen van, oké, jij hebt misschien geen Philip Lahm. Oké. Maar we hebben wel over de selectie van Manchester City. Ja, dus maar maar dit is de slechtste selectie waar hij ooit mee heeft moeten werken. Ja. En dat is een bizarre gedachte. En in een competitie waar de top drie keer zo breed is als in de andere landen waar hij mee werkte. Juist. Want die selectie dat van vooral, de concurrentie is veel breder. Ja. In Spanje moest je boven één club eindigen. En de laatste jaren Atletico dan erbij, maar in zijn periode nog niet. En in Duitsland eigenlijk geen concurrentie. Ja.
Okay, nee, ik was gewoon benieuwd. Jullie hoeven me niet aan te vallen. We zijn ook niet boos op je, alleen teleurgesteld. Ik heb wekenlang bij de eerste weken bij FC Buitenland gevraagd... wie gaat Pep van de troon stoten in Engeland? En jullie hebben die vraag heel goed genegeerd. En achteraf ben ik er heel blij mee. Ja, wij waren er echt van overtuigd wel dat City in november kampioen zou zijn. Maar het ging in het begin zo hard dat ik dacht van, het zal toch niet. Die wedstrijd bij United, hè? Het was goed. Het zal toch niet dat hij gewoon daar aankomt en twee vingers in zijn neus en die hele Premier League kapot speelt. Dus wat dat betreft was ik wel vrij blij met de afgelopen periode. Maar Dat is echt fantastisch. Maar kijk, als City dadelijk een paar spelers kan gaan halen die aansluiten bij Guardiola en wat hij wil. Dat hij niet met Kolarov centraal hangt erin. Sta jij nog achter je Liverpool-bit? Die heeft wel laatste tijd wat deukjes opgelopen. En dat zou ik echt ontzettend jammer vinden. Maar ik blijf er nog wel even bij. Maar het wordt wel tijd dat we weer een van die wedstrijden gaan zien... waar ik zeg, zo, die wervel wint. Want dat houdt er wel de laatste weken niet over. Voorsprong weg. Een beetje chaos, hè? Ja. Dat had ik niet verwacht, omdat het zo divers is met wie goed was. De ene wedstrijd was het Wijnaldum, de andere wedstrijd was Mané. En wel 4-5 namen. Firmino en dan Sturridge op de bank nog. Origi kan erin komen. Maar ja, blijkbaar. Aanvallend is toch ook niet het grote probleem? Nee, natuurlijk, achterin ligt het probleem. Maar die voorin, die hield het zeg maar zo ver afstand dat het achterin steeds goed ging. Het is verbelpen voor mij. We hebben wel Karius geslachtofferd van de week. Ja, maar het schijnt ook... ik heb niet heel veel verstand van statistiek en shotmaps en dergelijke. Maar volg wel mensen die dat wel hebben. En dan zag ik voorbij komen dat het probleem dat nu bij Liverpool waarschijnlijk gaande is... dus dat zij echt in het midden recht voor het doel heel veel ruimte weggeven... dat het ook bij Dortmund al gaande was in de laatste periode dat Klopp daar zat. Dus dat toch een kleinigheidje in de visie van Klopp lijkt te zijn... dat hij heel veel ruimte tussen de twee centrale verdedigers... laat zitten. Nogmaals, niet zelf bedacht, maar voorbij zien komen. En dat is wel interessant. Dan wordt het interessant als het over competities heen en over clubs heen met dezelfde trainer wordt. Vanavond hebben we Dortmund tegen Hoffenheim. Ja. Mooi duweltje. Hoffenheim natuurlijk nog steeds ongeslagen. Samen met Real Madrid de enige. En dit is top. Tuchel een beetje onder druk. Ik zag vandaag weer een injury-lijst voorkomen. Er staan weer 10 man niet bij. En mensen suggereren van dat het komt door zijn ijzerpakket. Hele brede selectie. Wel voor heel veel jeugd gekozen afgelopen zomertransferperiode. Ja. Wel jaloers maken op het beleid dat de transfermarkt open gaat, is iedereen weg. En de nieuwe komen en er gebeurt niks meer. Ja, dat is tof. Maar ja, het is wel... Zij hadden natuurlijk ook niet rekening met Leipzig houden. Niet in dit... En de Bundesliga lijkt een beetje van de Premier League... de reputatie van de meest aan elkaar gewaagde competitie af te pakken. Ja, op het moment dat Bayern ook nog eens punten gaat verspelen... Ja, maar die doen het minder goed dan vorig jaar natuurlijk. Als je Bayern niet meerekent, dat ze het al waren, zeg maar. Ja, en als Bayern, als je die doen, daar dan kan bij betrekken, dan is het helemaal. De onderkant lijkt ook ieder jaar beter te worden. Dus natuurlijk had je HSV al dat al een paar jaar beneden aanstond. Maar zo'n Ingolstadt en dat soort teams, die doen het steeds beter. Dus. Ik krijg nog een leuke vraag voor Paul binnen. Vind je Zidane een toptrainer of een Cocu-gevalletje? Zidane, moeten we het ook nog over Zidane als speler hebben? Wat mij betreft, of niet? Nee. Kijk, als wij het hier elke week gewoon 2 uur over Zidane gezet hebben, ben ik Inside podcast, grapje. Vind ik heel moeilijk te zeggen, omdat ik zie Real Madrid eigenlijk vooral in Champions League en in de Spaanse topwedstrijden. Ik ga echt niet naar Real Madrid-Granada kijken. Je weet niet wat je mist. Ongetwijfeld. Zodat het aanvalspel van PSV gaat kijken, vrijwillig. Op basis daarvan zie ik geen dingen waarvan ik denk dat Zidane per se een toptrainer is. Aan de andere kant heeft hij denk ik wel een selectie die heel moeilijk te managen is. Ik zou er niet kunnen, al die sterren managen. En volgens mij is het al sinds zijn aantreden heel rustig in Madrid. Terwijl er niet superveel gewonnen wordt. En dat duidt wel op, kan duiden op goede people skills. Ja. De volgende competitie. December, hè? Ja, wat jij zegt is heel interessant. Wat jij zegt van, als er nou één ploeg lastig te managen is die ploeg. En dan zou je zeggen van, hij heeft zelf in zo'n Galactico Real Madrid gespeeld. Dat is dan misschien die ervaring als ex-prof. Ja, hey, kan. Als zijnde de allerbeste. Dat dit ook de uitzonderingen zijn waar je het wel moet doen. Want je hoeft Cristiano Ronaldo, Je moet je geen Nagelsmann voor gaan zetten. Nee, maar slecht die heeft moeite met luisteren naar Avram Grant of zo. Ja, nou, ik denk dat ik dat zelfs wel heb. Ja. Maar om maar even iemand te noemen natuurlijk. Nee, maar dat is iemand die
ja, misschien het slechtst voor, maar buiten Ronaldo, iedereen wie daar, die hoef je niet echt iets bij te brengen. Zeg maar puur in de basis. Klopt. Dus die moet je eigenlijk alleen tevreden houden en zorgen dat zij. Natuurlijk moet er wel gaat een bepaalde tactiek achter. Je moet ze wel op de goede plek zetten. Ja, nee, uiteindelijk wel, maar je hoeft er niet zo heel veel aan te doen meer. Zo van basisniveau met het is en superdomme dingen doet. Ja. Precies, en als ze dan tegen je opkijken, ja, dat zijn er natuurlijk ook dan maar weinig wie er binnen dat profielschetsje past. Het is dus heel moeilijk om trainers te beoordelen die bij topclubs zitten. Bij Cocu merken we dat ook en bij de Boer hebben we dat heel lang gemerkt. En Gio nu ook. Tuurlijk. En dan merk je bij anderen, in het buitenland zal het niet anders zijn. Dat is ook natuurlijk, kijk, het is een beetje flauw om te zeggen wat mensen wel eens doen over Guardiola van, ja, laat het er maar eens zien bij een kleine club. Maar het zou natuurlijk wel super interessant zijn om te zien wat er dan gebeurt. Het mooiste project, denk ik, wat er zou kunnen zijn. En dan moet je ook dat 3 seizoenen of zo vooruit trekken. Nee, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ja, en bijvoorbeeld andersom, wat zouden bepaalde trainers van kleine clubs kunnen met veel betere teams? Ja, absoluut. Wat zou Erik ten Hag nu bij PSV doen? Nou wil ik niet zeggen dat Erik ten Hag per se goed is. Ik heb daar wel een vermoeden van, maar die zou ik wel eens met beter materiaal willen zien. Ja. Of bijvoorbeeld, nou goed, we hebben dan die Hiballa 1,5 uur mogen spreken. Daar kwam zoveel zinnigheid uit dat ik dacht van wauw. En als je dan ziet met wat voor spelers hij moet werken, dan ja, die gun je toch ook wel wat beter materiaal. Ja, ik denk dat Ten Hag bij uitstek een trainer is die overal waar hij heeft gezeten. Bayern München vind ik lastig te beoordelen. Maar het maximale uit de selectie heeft gehaald. Ja. Met Go Ahead was gewoon heel knap. Gepromoveerd, hè? Ja. Positieve verhalen over Erik Ten Hag. Als je met mensen uit de voetballerij zelf spreekt, dan hoor je eigenlijk heel veel positieve verhalen. Nancy Promes ook over hem, hè? Was heel positief over hem. Ja, precies, weet je. Dus hij zal vast wel wat kunnen. Wat het leuke is... Hij schijnt heel leergierig te zijn, inderdaad. Dat hij dus inderdaad naar Bayern is gegaan om heel veel van Guardiola te leren. Mm-hmm. Ja. En dat past hij gewoon toe. Als je naar Utrecht kijkt, daar zitten heel veel die principes in. Maar wat jij zegt, dat heeft wel tijd nodig. Want in het begin, toen hij kwam, toen waren de resultaten er niet. Ja. En de automatisme er nog niet. En dan is het voor een selectie wel, dat het meerdere malen gehoord van spelers, dat je dan zo'n trainer die 8 keer de training neerlegt, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee. Maar op een gegeven moment zagen ze van waar het toe leidde en werd het met de week werd het spel beter. En uiteindelijk ook de resultaten. En hebben ze een heel mooi seizoen gehad. En dan is inderdaad wel die acceptatie er. Maar daar moet je wel even doorheen. Ja, precies. Dat was vorig jaar aan het begin van het jaar wel grappig, hè? Hoe erop Ten Hag gereageerd werd. Dat hij toch eigenlijk een beetje als gekkie werd neergezet. Totdat in het najaar ineens de punten kwamen. Ja, maar zeker in Utrecht. Natuurlijk een super cynische club. En daarvoor altijd succes gehad met trainers die totaal anders zijn dan dat. Ook wel natuurlijk in het totale beeld in Nederland. Utrecht lokaal sowieso, want die hebben ermee te schaften. Maar daarbuiten ook. En ik vind dat aan weerskanten werkt dat zeg maar eens veel te snel in het hele dag. Dat vind ik erg storend. Want op basis van eigenlijk van niks zou hij de beste moeten zijn. En eigenlijk omdat hij anders doet dan die anderen, is het bijvoorbeeld niks. Dus dat zijn binnen een kortste keer zijn er 2 kampen en die ook dan nog eens verweven. Ik vind altijd met zo'n Hiballa, weet je, laat maar zien. Ik heb nog niet meteen een oordeel. Of jij het anders doet, dan moet je zelf weten. Selectie is niet zo goed als je ze erin houdt. Vind ik aan het eind van de rit, vind ik dat knap. Dat is het inderdaad. Kijk, laat ik het zo zeggen. Bij zo'n club als NEC heb ik altijd zoiets van, je moet er met die ploeg eigenlijk vanuit gaan dat je die niet haalt. En alles wat je daarboven eruit haalt, dat is al. Dus probeer het ook maar, weet je wel. Dat geldt dit seizoen wel echt voor 5-6 clubs misschien wel, hoor. Als je naar het materiaal kijkt, er zijn heel veel clubs die geluk hebben dat er nog heel veel andere slechte clubs zijn. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, iedereen die punten verspeelt tegen NEC, die moet zich kapot schamen. Nou, ze staan nu keurig op de 11e plek. Dus echt een wereldprestatie. Sparta 12, dat vind ik ook vrij knap, hoor. En als je echt heel knap. Hoe makkelijk ze winnen. Oké, tegen 10 man, maar met 3-0 bij Heracles. Hele nieuwe werkelijkheid. Precies. Ja, maar ook een beetje naartoe. Met Sparta is ook zo'n goed voorbeeld van, als Pastoor 3 knappe prestaties neerzet, dan staan alle kranten er vol van wat de tactisch meesterbrein. Als hij 3 keer verliest, dan is het niet erg, maar dan hoor je niemand. Die is zo'n oude hoer. Dan is het een vervelende man voor de camera. Pastoor is een mooi voorbeeld, want die is 2-3 keer helemaal kapot gemaakt door bijvoorbeeld Johan Derks en dergelijke. Eigenlijk met schandalige af. In zijn AZ-tijd. En dan zitten natuurlijk ook altijd 2 kanten aan het verhaal. Maar ja, als een Johan Derks moet kiezen tussen Van Basten en Pastoor, dan is dat een makkelijke keuze voor hem. Heel vrij makkelijke keuze, inderdaad. Dat is in Nederland ook heel erg. Hè? Dat als je boven Maaiveld steekt, met die kop er vanaf. Dat Calvinisme, daar walg ik echt van. Als Zuid-Limburgse Bourgondier. Vind ik dat vreselijk, natuurlijk. Over Jean-Paul had het net eventjes over Heracles Sparta, hè? Maar die paas van Thomas Verhaar bij die kopbalgoal van Azuzi is zo fantastisch, hè. Hij staat gewoon op een gegeven moment met zijn rug volledig naar die situatie.
En 4 seconden later ligt die bal in de goal. En hij heeft daartussen nog een paas gegeven en zichzelf omgedraaid. In de competitie had Stijn Spierings zo'n bal. Echt Iniesta-waardig. Ook bij Heracles Sparta. Hele fijne voetballers. Ja. Ja, en een paar van die jongens die mocht... ik vind ze ook een heel slecht. Dijkstra. Maar Dijkstra, ja. Bijvoorbeeld, en ook Stijn Spierings heb ik allebei een keer horen zeggen... dat Pastoor ze echt een stuk beter heeft gemaakt in een kleine periode. Die Mark Dijkstra speelde als verdedigende middenvelder nu. Dat viel me bij PSV Sparta heel erg op. En ja, ik ken hem uit de seizoengids van de centrale verdediger van Cambuur... die niet altijd speelt. En hij stond hier nou echt alles dicht te lopen. En, ja, uitvinding hoor. Had ik was bij de eerste wedstrijd van Sparta dit jaar tegen Ajax. En toen kregen ze de volle laag van iedereen. Want ze probeerden helemaal niks. En dat is uiteindelijk is dat toch allemaal een beetje de beeldvorming. Op een gegeven moment stonden ze zelfs 7e. Ze scoorde Cachera zelfs. Ze scoorde Cachera nog, ja. En kreeg Veldman Cachera, wat... We hebben het hierover gehad vanochtend, Cachera. Dus nu die toch genoemd wordt, zien jullie daar een voetballer in? Of? Ik zie er geen buitenspeler in. Ik zie er geen spits in ook. Ik vind het een beetje te link allebei nog. Ik mijn app te lezen. Ik moet even weten over wie we het Cachera. Cachera. Ja, heel oneerlijk zeg maar hoe die zijn kansen geboden krijgt. Aan de zijkant, dat is absoluut geen buitenspeler. Nee. En ik, ja, dat is... Nee, maar voor de spits vind ik hem ook nog te onrustig. Dat moet... Dat gaat nog een, twee jaar overheen voordat hij daar helemaal kalm is. Hij is net bij een nieuwe club, weet je. Ik bedoel, het is geen... Oh, ja, uiteraard. Van Nederland, weet je. Nieuw continent, nieuwe cultuur, nieuwe taal die hij moet leren, weet je. De jongen die komt in de arena, staat 55 of 50.000 mensen zitten er om je heen, weet je. Dat is, is voor zo'n jongen, het is echt wel een impact, hoor. Ik ben het helemaal met je eens, Bilal. Dus er zijn geen verwachtingen of zo. Maar als ik die gast op het veld zie... Ja, het lijkt toch nergens naar. Of... Nee, ik snap die schrikt er wel van. Ik bedoel, Sanchez heb ik ook niet die verwachting. Die mag ook nog foutjes maken. Maar die imponeert wel. Pereiro, toen die kwam, mag ook foutjes maken. Maar die liet ook in zijn eerste half jaar wel dingen zien. Maar Ik zie in Cachera nog geen toekomstig Ajax-niveau speler. Nee, maar in met de situatie dat Dolberg op dit moment je beste centrale spits is, zou ik wel naar een schema kijken. Het ligt natuurlijk aan je speelschema, maar een beetje formule van 3-om-1. Zodat je die jongen... Ja, precies. Moet je een beetje anders ga je misschien ook roofbouwen op Dolberg. En dan kan je die jongen gewoon zijn kans geven. En wie weet, in nood kan Dolberg nog een keer bijspringen. Maar al dat andere gewissel. Die jongen is gewoon een spits. En dan kan je hem elke keer wel 20 minuten geven aan die zijkant. Maar ja, wat leer je die jongen? Je maakt hem eigenlijk alleen maar slechter. En je geeft hem alleen maar minder vertrouwen. Ja, klopt. Want hij gaat nooit een buitenspeler worden. Nee. Dus dat is wel zonde. Niet een buitenspeler waar je wat aan hebt in ieder geval. Nee, zeker niet. Hoe doe je dit altijd met het Toto-kaartje? Hoe doet dat? Ja, weet ik niet. Wim Janiek die haalt het in één keer gewoon op je scherm. Ja, aangezien jullie stilstonden. Hey. Ja. We stonden in een tunnel in Utrecht. Leidschirijn was helemaal jij normaal? Ja, dat sta ik normaal, ja. Zullen we aan doen? Nee, het heeft te maken, we gaan ook gewoon de schuldige aanwijzen. Dat was Lars van Velsum. Ja, die heeft ook zijn best weer gedaan om een goede foto van me te krijgen. Ik wou net zeggen. Maar Lars weet ook dat hij dat spelletje nooit wint van ons, hè? Met gekke foto's. Dat wint hij niet. Van jou zie je wel een goede foto, Jean-Paul. Hé, schij eens uit. De Eiffeltoren toch? Ja, dat is ook alles mee gezegd, Paul. Kun je een slechte foto van Jean-Paul maken? Dankjewel. Maar jongens, jullie denken dat Juventus gewoon wint van Roma? Dat denk ik wel, ja. Dat verwacht ik wel. Ja. Heb je Roma-Milan gezien? Hadden wij met Afkik een hele mooie opname, waar mensen rond de kerst heel veel van terug gaan kunnen zien. Misschien dat jullie het terug hadden gekeken. Maar... Ja, samenvat ik je, maar dan ga ik natuurlijk niet... Extended highlights. Ja, ik schrok daar wel echt van Roma, omdat ik heel veel positieve verhalen van ze gehoord had. Maar het was echt een blinde padenwedstrijd. En ik heb kleine dingetjes van Juventus gezien en ik sluit me hier wel bij aan wat ik hier zie. Ik vind dat heeft Milan ook wel zijn aandeel aan om een wedstrijd zo te laten verlopen, inderdaad. Ja, Roma doet het oké, en zeker op resultaatbasis. Maar ja, Juve denk net op tijd zichzelf herpakt. Ja, ik zie in Juve nog niet de zekerheid van de afgelopen jaren. En dat vind ik wel leuk. Verre van zelfs. En ik ben heel benieuwd hoe Roma deze nieuwe test weer doorstaat. Bij Napoli gewonnen. Nou, afgelopen week dan inderdaad, heb ik begrepen, niet zo heel overtuigend tegen Milan. Maar kijk aan, daar is het eten. Ja, we hebben een hele handige stagiair die als het goed is nu even mee aan het slag. Nee, maar goed, we gaan dat
Het is morgenavond, geloof ik, hè? Ja. Nou, dat is wel een potje waar ik even voor gezeten heb. Middlesbrough Swansea City. Ik heb geen idee hoe Bas van... Omdat het de drone is tegen Van der Horen. Ja, maar Swansea... Fischer Van der Horen, het Ajax-duel uit. Ja. De beste jaren. Dat zijn wel leukere wedstrijden in Engeland. En maar Swansea is natuurlijk wel een ploeg die zich echt zorgen moet gaan maken. Sprokkelen heel moeizaam punten. Er is ook weinig... positiefs aan te ontdekken. Ja, Leroy Fer is de vorige de modderschuit. Echt. Zij hebben financieel volgens mij echt wel problematiek in de zin van dat zij heel veel spelers hebben verkocht zonder dat ze zijn net overgenomen, toch? Daarom heb die bank. Dan moet nog eens een paar. Wat een beetje het probleem is ook, is dat volgens mij is dat een ploeg die jarenlang hebben zich natuurlijk vanuit de league toe. We kennen allemaal nog de documentaire van Tom Egbers. Bijna naar het Final Day. Echt een heel goed beleid. Landen, ja. En dat moeten we de Haagse behangkoning nageven. Het beleid bij Swansea. Ik weiger dat. Ik wou je even opnaaien, maar het is me gelukt. Ik druk bij jou voor op een knopje. Maar in ieder geval, jongens, laten we wel wezen. Bij Swansea is gewoon jarenlang heel goed beleid gevoerd. Met gerichte aankopen. En ze hebben er gewoon vier promoties op rij bewerkstelligd. En ook gelijk zich aangepast aan het niveau van de Premier League. Ook echt een toevoeging geweest aan de Premier League. En nu, ja, de ene na de andere trainer vliegt eruit. En zonder aantoonbaar het beter te maken. Ik vond het zo fascinerend bij Swansea altijd. Dat ze hebben aangetoond, zeg maar, een soort van elke willekeurige Spanjaard. Gewoon een degelijke Spanjaard. Dat is gewoon voldoende om je staande te houden in de Premier League. Want echt gewoon jongens die je in de Primera nooit zag, die werden ineens sterkhouders. Michu speelt weer bij Oviedo nou, hè? Dat stuk heb ik gelezen inderdaad. Ja. Maar wat is er met die Rangel en nog op een gegeven moment waren er allerlei Spanjaarden daarin. Ja, die verdediger ook. Ik ben zijn naam even... Ja, dit was ook een beetje de invloed van Laudrup natuurlijk, hè? Die Spanjaarden. Ja. Die kent Spanje natuurlijk als een broekzak, weet je. Dus die heeft daar wel een beetje een aandeel in gehad. MNES, Tindalli, dat waren toen gewoon niet basisspelers, maar die speelden 20 wedstrijden in de Premier League in ieder geval. Een aantal hele toen kon dat nog blijkbaar en nu blijkbaar niet meer. Ajax PSV. Ja, gaan we even naar het programma van de Eredivisie kijken. Hebben we die ook op kaart? Yannick, toevallig? Of hebben we die niet? Die hebben we ook nog. Oh, kijk. We beginnen vanavond met Willem II Heerenveen. Ik heb een feestje. Ja, jij hebt een feestje, ja? Ik kan niet kijken. en anders zorg je wel dat je wat anders hebt. Dat ik een feestje heb. Ja. Nee, ik ga hem vanavond ook niet kijken. Als er een wedstrijd is die ik vanavond ga kijken, wordt het Hoffenheim Dortmund natuurlijk. Dat vind ik wel by far de meest interessante. Twente AZ is wel interessant, denk ik, als ik zo dit rijtje zie staan. Ja, sowieso vind ik het zaterdagprogramma wel... Utrecht is natuurlijk persoonlijk voor Denken jullie dat Feyenoord makkelijk 3 punten gaat pakken? Ik denk het toch wel, thuis. Ja, ze winnen hem wel. Of het makkelijk gaat worden... Dat durf ik niet te zeggen, maar die wedstrijd winnen... Dan heb ik nog een vraag vind ik in de chat van... hoe gaat El Amadi geel pakken? Ja, want die heeft natuurlijk... die staat op scherp en die gaat naar de Afrika Cup. Dus die moet natuurlijk een trucje uit gaan halen. Het is eigenlijk wel bizar dat zoiets kan, weet je. Dat... Ik denk dat het kwestie wordt van scoren voorlopig even afwachten. Ja. Sta je ruim voor, pakt hij hem. Sta je ruim achter, zolang het gelijk staat. En op zijn positie hoef je natuurlijk ook niet heel gek te doen. Hij hoeft sowieso niet zo best. Het is leuk als je als linksbuiten, dan moet je op zoek ernaar, weet je wel. Ja, dan moet je harder gaan trekken of zo. Op 6, dan draai je gewoon een keertje te traag weg. En je trekt hem zegt nou, als het gelijk staat, zal hij het niet doen, hè. Maar hij kan toch als het gelijk staat prima op middenveld even een kaartje pakken. In de 92e minuut. Ik weet niet of... Het zou niet goed zijn als je er op dat moment mee bezig bent. Daar ben ik het helemaal mee eens. Tenminste, ik denk, daar zit het om meer in. Ik denk dat je dan te druk bent met die wedstrijd. Ja, daar heb je gelijk. Ja. En op het moment dat voor of achter dat je denkt van oké, dit is even mijn momentje. True. Ja. Mogen we zeggen dat het zondag maar om één wedstrijd gaat? Ja, de Sparta. Oh, nu go ahead. De Sparta, ja. Vinden we daar nog iets van de chaos bij Den Haag? Ik wil daar wel iets over zeggen. Als je ziel verkoopt aan de duivel, moet je niet janken. Dat vind ik echt. Die hangt in huizen bakkers op het toilet? Of, tattoo op zijn rug heeft van die grote letters. Oh, dat mooi is, hè? Ja, maar ik vind wel. Kijk, als dingen... Als kloppen ze maar deels, hè, van wat Wang zegt, dan heeft hij wel een goed punt, hoor. Moet ik je eerlijk zeggen. Dan weet je, je neemt zo'n club over en je hebt bepaalde ambities. En kijk, je ziet, wat je nu heel veel ziet, is dat Chinese voetbalscholen zich met Europese voetbalclubs, hè, die willen zich daaraan liëren. En die krijgen dan trainers op bezoek en daar krijgen zij subsidie voor. Snap je? En dat was, als dat Wang zijn insteek was, want er wordt echt dik betaald door de Chinese overheid.
Heb ik begrepen dan, hoor. Nou, kijk, dat is dus het interessante. Ik denk dat beide partijen heel erg teleurgesteld zijn in elkaar. In de zin van dat Wang erachter is gekomen dat er iets minder potentie in Den Haag zit dan hij dacht. Ja. En dat ze bij Den Haag achterkomen dat ook met Wang de bomen niet tot de hemel groeien. Juist. En ja, nu wordt het heel interessant, want ik kreeg net ook doorgestuurd, dankjewel Niel, dat nu de Chinese ambassade zich ermee gaat bemoeien. Die hebben Wang bijgestaan in die zitting gisteren. En ja, dan wordt het wel een heel hoog spelletje natuurlijk. Ja, klopt. En, ja, maar uiteindelijk denk ik dat er alleen maar verlies zijn. Ja, ik denk vooral vanuit Den Haag perspectief hadden wij het heel kort over. Ik vind dat er is geen kans gegeven aan die man, zeg maar. En op het moment, ik vind dat je dat gewoon moet afwachten. Wat jij zegt, heb je natuurlijk in de grote lijn. Stel dat het verkeerd uitpakt, dan ben je nog steeds zelf schuldig dat je dit traject bent ingegaan. Maar het is, ja, het heeft een beetje met hoe de hele wereld zich ontwikkelt, zeg maar. Iedereen schreeuwt op voor. Alles moet snel afgemaakt worden en er is geen tijd om eens rustig iemand te laten wennen. Eén. Ja, voordat hij begon is hij toch eigenlijk al meteen met de grond gelijk gemaakt, toch? Want er kwam een Chinees. Op wat voor manier? Zo. Echt belachelijk. De meeste belachelijk. Eigenlijk ook best discriminerend ook. Gewoon al in de derde wedstrijd met spandoeken en inderdaad dat Nederlands. Met de bankkoning. Ik wou net zeggen, dat is de voorloper van dit hele verhaal. Zonder die naait die mensen op. Terwijl die net gecashed had. Als je zoveel clubje had, dat je het zelf erin moet steken. Ja, juist. En dit is ook weer een van de zoveelste saga's dat clubs denken dat je zo wel, als je maar genoeg geld hebt, zo bij die top 3 in Nederland kan instromen. Dat kan niet. Het is mislukt bij Heerenveen, het is mislukt bij Twente, het is mislukt bij AZ. En het gaat bij de volgende 5 stuks ook gewoon mislukken. Ja, ja. Dus maar één club in ieder geval met het achterland, dat is Utrecht eventueel, of Almere City. Verder gaat het gewoon niet lukken. Nee, punt. Nee, nee. En dit is ook weer, ja, waarom ga je zo'n deal aan? Omdat je denkt dat je dat kan gaan halen. Juist. Super naïef. Ja, zeker. Zeker. Maar kijk, als je het ook doet, dan moet je het ook niet nu al de boel gaan afbranden. Dan moet je het ook kans geven, inderdaad. En dan moet je zo'n man ook de ruimte geven, de ruimte bieden. Weet je, kijk, wil jij een Chinese directeur? Leg uit waarom je een Chinese directeur is. Stel hem aan naast een andere directeur die hem kan begeleiden. Snap je? Er mag best wat creatiever gedacht worden in die zin. Maar en iets meer boven de eigen buiten de eigen grenzen gekeken worden in de zin van de Chinezen moeten zich gewoon een beetje aanpassen aan hoe er in Nederland gewerkt wordt. En in Den Haag moeten zich een beetje aanpassen aan hoe de Chinezen werken. Ja, precies. En dat lijkt gewoon bij beide partijen, lijkt die wil gewoon totaal te ontbreken. En ja, dan is een goede samenwerking natuurlijk altijd gedoemd te mislukken. Praktisch onmogelijk, inderdaad. Maar, Maar heeft het ook niet een beetje te maken met dat bij ADO natuurlijk allemaal mensen rondom die club hangen die heel erg ADO-supporters zijn en daardoor niet helemaal objectief maar toch, weer niet. Want uiteindelijk hebben bij Den Haag hebben de duizenden mening, maar trekt iedereen toch zijn handen ervan af. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus je kan zo tien man die het vermogen hebben, die hadden dit al jaren eerder. Ze hadden er ook zo vaak over gesproken. Gaan die ons redden? Gaan die ons helpen? Maar die van Zweden, die had nu toch ook een soort groepje samengesteld met allemaal mensen. Die suggestie wordt altijd gewerkt met Dick Advocaat en Kees Martin Jol. Maar hebben die allemaal Janssen. Commissarisfunctie, hè? Maar verder komt het niet. Uiteindelijk doen ze het niet. Nee, precies. Misschien hebben ze ook wel gewoon daadwerkelijk niet zoveel geld. Nou, heel simpel. Dik advocaat, hè, meneer? Ja. Dik koopt heel aardig. Ik kan Den Haag even nemen elke dag. Ja, cool, pa. Lijkt me een mooie afsluiter, zou ik zeggen, jongens. Wat over uit eten gesproken. Het is inmiddels binnen. Fijne feestdag in Cognitief. En blijf ons met leuke podcasts voorzien. Jij ook, Bilal. We hopen je snel terug te zien met Afrika Cup input, uiteraard. Komt helemaal goed. Zondag zijn we er gewoon weer met een laatste aflevering van dit jaar van FC Afkikken. En maandag zijn Jordi en ik er gewoon weer met FC Buitenland. Volgende week geen vrijdagmiddagborrel. Tenminste, we zullen vast wel ergens een drankje doen. Maar daar zijn geen camera's bij. We gaan even op winterstop. En dan zijn we er 20 januari zijn we er weer met een nieuwe vrijdagmiddagborrel. Mensen voor regelen heb ik nog niet. Je hebt nog een maand de tijd. Gaat helemaal goed komen. Alle vertrouwen in. Dank voor het kijken, mensen. Bedankt. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.